Goedemorgen allemaal. Het is maandagochtend, 9 uur en het is 11 maart 2024. Het is weer tijd om live te gaan op het kanaal van Financieel Blij. Welkom allemaal op dit mooie moment, want we zijn op dit moment een all-time high aan het vormen. Je ziet ook op het scherm wat ik heb gedeeld de Bitcoin chart op de 1 uur. Je ziet dat die aan het klimmen is. Dus we zijn eigenlijk live tijdens het vormen van een all-time high. Ik heb dat zelf nog nooit meegemaakt om dan live te mogen zijn. Wat het ons brengt voor het traden, dat weet ik niet. Want ik denk niet dat we erg veel meldingen zullen krijgen. Tenminste geen long meldingen tijdens als Bitcoin zo hard klimt. Maar we gaan het zien. In ieder geval welkom allemaal. Ik ben blij dat jullie er weer zijn. En laten we er gewoon een mooie live trade sessie van maken. En ik vervang deze week Helga, want Helga is aan het genieten van een welverdiende vakantie. Dus ik neem deze week op maandag, zowel maandag als ook donderdag, de live trade sessie over. Op de maandagochtend traden we met de stopmethode op een spotplatform. Helga zelf verzorgt de live trade sessies meestal op KuCoin. Ik zelf heb wel een KuCoin account, maar trade liever op Bybit. En dus ik ga deze live trade sessie ook voor jullie verzorgen op Bybit Spot. Voor zover dat we een trade kunnen zetten. Ik ga eerst even wat ik altijd op maandagochtend altijd eerst doe, waar ik dus de week mee start, is de Bitcoin chart. En dan kijk ik altijd op Trading View. Dus ik maak even Altrade, klik ik even weg. Dan zie je hier Trading View op de weekchart. Zo begin ik altijd de week. Ik heb vandaag vanochtend ook nog niet getraden. Ik heb de chart wel even geopend om hier alles klaar te zetten voor deze live trade sessie. Maar ik heb nog niet echt een analyse gedaan. Dus dat kunnen we mooi samen doen nu. Ik heb hem open op de weekchart. Je ziet, we zijn een all-time high aan het vormen. Dus dat is natuurlijk een prachtige start van deze nieuwe week weer. Inmiddels zijn we dus, als je op de candle hier gaat staan, zo, dan kun je hierboven bij TradingView in de balk kun je de candle informatie zien. Dus ik ga even op de candle staan. En dan zie je de high, de hoogste punt wat deze candle tot nu toe heeft gehad, is 71.455. En ik heb de chart open op Binance. Dat is gewoon een van de vrij grote platformen. Internationaal en wereldwijd, zeg maar. Dus ik kijk meestal op Binance voor puur van mijn analyse. Daar ben ik ooit mee gestart, dus daar hou ik het ook op. En dan ook puur omdat het een vrij grote platform ook is. En ook wereldwijd. Behalve in Nederland natuurlijk mogen we nu niet meer op Binance traden. Maar voor mijn analyse blijf ik het dan nog op Binance doen. We zijn aan het klimmen. Ik kan er niet veel over zeggen, want waar gaan we nu naartoe, hè? Niemand die het weet. We zijn een all-time high aan het vormen. Maar waar gaat deze high dan naartoe? Want waar is de volgende stop? Waar is de volgende halte? Dat weet je nu niet, hè? Want je kan het. We hebben nog niet zo'n hoog punt gehad. Dus wat ik dan heb gedaan is, ik heb de VIP-tool gebruikt. Vanaf het hoogste punt naar het laagste punt. En dan kun je dus ook zien zeg maar waar de prijs naartoe zou kunnen gaan als je weer klimt. Het volgende level op de VIP, wat ik heb ingesteld, is de 1.6. Dus ik ben hier gestopt bij de 1. En de 1.6 VIP level, die zit zoals ik hem heb getekend nu, op om en nabij de 100.000. Waar gaat die naartoe? Ik denk dat heel veel traders op die 100.000 wel een verkooporder hebben staan. En ik neem ook aan wel halverwege, hoor. Heel veel traders nemen, zeg maar, beginnen nu eigenlijk winst te nemen. Ook op hun spotposities. Gaan kleine beetjes uitschalen. Omdat je gewoon niet weet waar je naartoe gaat. Zelf doe ik dat ook. En dan elke keer om de 10.000 bijvoorbeeld kun je een beetje uitschalen. Bijvoorbeeld bij de 70, bij de 80, bij de 90. En dit is dan wel een level waarvan ik verwacht. Hier zal best wel wat verkoopdruk zitten. Maar niemand die het weet. Dus we gaan het zien. Ik ga even nu de scanner erbij pakken. Kijken of dat er überhaupt meldingen zijn. We hebben één actieve melding. Ik heb hem even op de 1 minuut en op de 3 minuut gezet om gewoon wat meer meldingen te krijgen. Het liefst treed ik zelf op de 3 minuten. Maar als er geen melding is, pak ik vaak ook de 1 minuut erbij. We hebben een actieve melding, dus ik ga er even op klikken. En ik open hem in Altrady. En moet dan ook altijd even naar Altrady gaan. Die opent zich hier al. Op de 1 minuut. Dan gaan we even kijken.
Nou, je ziet dat deze munt een mooie beweging laat zien. Ik ga even de banden, dan had ik niet gekeken op de scanner. Die zijn 2,4, die zijn ook goed. Nou, zelf zou ik, als ik nu privé zou moeten traden, ik ga nog heel even terug naar de scanner. Als ik privé zou moeten traden nu, dan kijk ik ook hierna van, nou ja, we zijn, de barometers zijn hier rood. Voor de Bitcoin, maar voor de USDT zijn de twee groene. Maar het pijltje van de uren is omlaag. Dus dan ben ik sowieso altijd voorzichtig. En ik wil sowieso, als ik op altcoins trade, eigenlijk wat stabilisatie in de Bitcoin zien op de urenchart. Nou, die stabilisatie is er nu niet. Dus persoonlijk, privé, zou ik nu niet traden. Maar ja, we zijn nu eenmaal gebonden nu van 9 tot 11 voor deze live trade sessie. Dus ik ga gewoon wel een trade zetten, mocht ik de kans nu krijgen. Maar ik adviseer niet om mee te doen, want zelf zou ik het niet doen. Ik zou nu voorzichtig zijn. Even kijken, inmiddels is deze melding ook alweer voorbij gegaan. Want hier kwam de melding binnen. Nou, we zijn eigenlijk al best wel weer veel candles verder. Dus ik laat deze sowieso nu gaan. En ik kijk nog even weer op de scanner. Hij kwam hier binnen om 4 minuten over 9. Nou, we zitten nu op 6 over 9. Token op de USDT op Bybit. Ik zag eigenlijk, als ik kijk op... op AllTrady, dat ik de melding dan eigenlijk niet zie van 2 minuten geleden. Dus voor mij, hier zie ik wel een actieve melding, zeg maar, op dit punt. 8:55. En ik sta ook goed op de 1 minuten. Dus ja, die melding is niet echt, er gaat iets mis, zeg maar. Dat zou kunnen zijn met de overdracht van de gegevens naar AllTrady vanuit Bybit. Want ik zie het hier niet echt... Ja, de melding die kwam vind ik nu geen correcte melding. Dus ik laat hem sowieso gaan. Kijk nog even naar de scanner. Nou, dat was ook de enigste melding. Nou, hier hadden we nog een melding om 8:57 op DIM. En dat is ook al lang geleden, zeg maar. Dus op dit moment geen actieve melding. Jammer. Dus dan ga ik even de chat erbij pakken. Even kijken. Isa als eerste, goedemorgen. Ankie, goedemorgen. Laten we beginnen met een duimpje. Nou, dankjewel Ankie. Svi, goedemorgen. Karen, goedemorgen. Remy, goedemorgen. Timer, moderator, goedemorgen. Dankjewel dat je mij wil ondersteunen vandaag. Want ja, Helga is met vakantie. Fen, goedemorgen. Stella, goedemorgen. Yvonne, goedemorgen. Yvonne zegt, goedemorgen iedereen, een fijn begin van de week met deze Bitcoin-hoogte. Ja, inderdaad, het is altijd een positief begin, hè? Als je denkt van, wauw, die Bitcoin maakt daar weer nieuwe all-time highs. Het gaat goed. Alleen voor traden is het dan vaak dat we even geduld moeten hebben, voordat er weer wat stabilisatie in de markt komt. Want als je met de stopmethode trade in zo'n onrustige candle op de 1 uur van de Bitcoin, ja, dan is het gewoon lastig traden. En meestal krijg je ook bijna geen meldingen. Dat zie je nu ook, dat er ook niet echt iets binnenkomt. En de melding die er was op de 1 minuten, ja, die is ook niet echt actueel. Dat is voor mij geen correcte melding geweest. Mariwan, goedemorgen. Even kijken. Patricia, goedemorgen. Ik kom snel mijn duimpje zetten en uitzonderlijk op maandag snel naar het werk. Fijne Connie, dag allemaal. Dankjewel, Patricia. Even kijken. Jedoko67, goedemorgen. Even kijken. Marco, goedemorgen. Had ik nog niet gehad, denk ik. Nou, daar zijn we weer doorheen in de chat. Mochten jullie nou vragen hebben over iets wat betreft de stopmethode, het traden op Bybit Spot, ja, stel ze gerust in de chat, want daar zijn we voor. Hè? Er komt nu een actieve melding binnen op AXS. Ik ga hem openen. Token klik ik hier even weg en dat was een melding op de 3 minuten. Nou, ik ga hem even beoordelen. Deze munt is 5% gezakt. Je ziet hier ook, die laat een behoorlijke daling zien. Daarna heeft hij hieronder wel wat support gevonden op een leveltje, denk ik, hier zo. Hij is nu weer aan het klimmen. Nou, we gaan kijken of dat hij aan alle voorwaarden voldoet. Eerst meet ik nog even de banden, had ik weer vergeten te kijken. 1,8, dus die zijn voldoende. Nou, dan gaan we kijken, kruis de candle of de stochastic hieronder. Zit die in oversold gebied? Ja, daar zit die.
Nou, kruis de lijn naar boven richting Niemandsland. Dat doet hij dus ook. En is het een groene candle? Nou, we hebben nog 1 minuut, dus ik wacht even deze candle af. De laatste 20 seconden stap ik in. Hij laat genoeg beweging zien. Vindt hij ook wat stabiliteit? Dus ik ga je wel op instappen, maar weet dat het een risico is omdat de Bitcoin ook aan het klimmen is. Dus je weet niet hoe bewegelijk alles nu zal zijn. Ik stap je in. Ik heb een budget van $250,60. Laat ik straks ook zien in het logboek. En we stappen in. Heb ik een preset klaargezet hier om met $25 in te stappen. Long live trader heb ik deze genoemd. Nou, we wachten nog even tot deze candle bijna af is en kijken of dat het een groene candle is. Kan ik nog heel even die trade nog verder even snel beoordelen? Nou, je ziet ook dat hij hier mooie beweging heeft laten zien en stabilisatie heeft gevonden. Dat hij hier nog van de bovenste band afkomt. Hier komt hij van de bovenste band. Hier komt hij van de bovenste band. Hier komt hij ook nog van de bovenste band. Is natuurlijk behoorlijk gezakt. Bitcoin is nu aan het stijgen. Ja, je weet dus niet of dat altcoins nu mee gaan stijgen of dat ze juist gaan zakken omdat misschien mensen hun altcoins verkopen tegen Bitcoin. Dat ook de reden is dat nu de Bitcoin zo gaat stijgen. Dat mensen hun altcoins weer omzetten naar Bitcoin. Dat weet je niet. We gaan het zien. We zitten nu op 11 seconden. Ik stap je in. Long live traden. Ik klik nog 1 keer op de askprijs. En ik zie dat we boven de MA20 uitkomen. Dat vind ik niet zo fijn. Even kijken, want ik wil eigenlijk eronder blijven. Hij pakt hem ietsje hoger. Ik zet hem dan hier zo. Ik zet hem op die MA20. Ik zet nog 1 keer askprijs en ik activeer. Nou, je ziet ook dat we direct in een trade komen, omdat ik dus op askprijs heb geklikt. Dus stap je dus met de askprijs in, waardoor je eigenlijk meestal direct wordt gevuld. Nou, nu heb ik hier die break-even-lijn. Die staat al goed. Ik doe meestal toch altijd nog even, ga ik voor de instap staan, klik ik met de rechtermuis nog 1 keertje. En dan zeg ik set break-even. Start, gewoon om zeker te zijn dat die break-even-lijn goed staat. Nou, je ziet ook eens iets omhoog versprongen. Nou, dan gaan we eens kijken. Ik heb deze trade met een preset gezet. En als het goed is, zouden we met 25% zijn ingestapt. En dat is precies 10% van ons portfolio. Nou, ik ga kijken. We stonden op 250,60. Nou, je ziet dat we ook op 225,60 staan. Oh, net zag ik hier nog een beetje AXS en nu heeft het zich hersteld. Dus als je dat wel eens ziet, dat je denkt, er klopt iets niet, ga dan hier even op refresh klikken. En dan wordt de chart altrady hersteld. En hier kun je ook de markt synchroniseren, waardoor alles gerefreshed wordt. Nou, we gaan eens even kijken of dat onze preset inderdaad klopt. Ik heb namelijk een preset gemaakt dat ik met 10% in wil stappen van mijn portfolio. En dat is $25. En we stappen dus met vaste bedragen in. Met vast $25. En dan ga ik eens kijken of dat mijn stop loss en mijn TP goed zijn neergezet. Als het goed is, moet de stop loss op 10% staan en de TP op 0,7. Ik meet hem op vanaf break-even. Hij staat op 0,6, want ik heb hem onder de MA20 gezet. Omdat ik gewoon niet boven de MA20 uit wil komen. Maar nu voor het live traden ook wel een trade wil gaan zetten. Want dan kan ik hem wel laten staan. Maar ja, dan doe ik het liever zo. Zet ik hem daaronder. En dan meet ik even vanaf break-even naar mijn stop-loss. Nou, die staat op 10,17. En dat kan een klein verschil geven. Ik heb hem ingesteld op 10%. Maar omdat je dus op ask klikt, verspringt natuurlijk je instap en je TP en je stop loss blijven op datzelfde niveau staan op dat moment. Dus we zitten in een trade. Ik ga even markeren waar ik nu een eerste bijkoop zou willen doen. De eerste bijkoop wil ik doen op een volgende melding. Deze melding moet minimaal 4 candles later zijn dan mijn instap. Dus als er nu een melding zou komen op 1 candle later, dan wacht ik. Ik wil er minimaal 4 candles tussen hebben zitten. En ik wil hem uiterlijk op de afstand van de Bollinger bandbreedte hebben. Dus ik zet daar even een lijn neer. Dat kun je doen met hier dat meetlintje te pakken, de lineaal. En je kunt het ook met Alt en dan klik doen.
Dan komt het ook tevoorschijn. En dan meet ik even de banden nog een keer op. Die zijn 1,86. Dus ongeveer op 1,8, 1,9 zet ik een lijn neer. Een horizontale lijn. Dus dat kan met Alt-H bij een Windows computer. Doe je dus, of bij Windows systeem doe je het dus met Alt-H zet je een horizontale lijn neer. Dus hier wil ik ongeveer bijkopen. Mijn eerste bijkoop neerzetten. En ik zet dat diezelfde afstand ook nog even neer met een tweede lijn. Hier wil ik dan ongeveer ook weer op 1,8, 1,9 mijn tweede bijkoop doen. Dus dan weet ik ongeveer wat ik uiterlijk bij wil kopen. Dus stel ik heb geen melding gehad, maar de prijs komt hier. Dan wil ik toch bij gaan kopen. En dat doe ik om zo de emotie weg te nemen van wanneer koop je dan bij en als er dan geen melding komt, hè, dat je denkt van ja, er komt geen melding, maar ik wil toch bijkopen. Dus dan neem ik die beslissing, heb ik al in mijn tradeplan staan, dat ik dan niet na hoef te denken. Als er geen melding komt, moet het gewoon duidelijk zijn, daar koop ik bij. Dan is de emotie ook weggenomen. En heb je geen last van beslissingen nemen op het moment dat je in een trade zit. Want dat is emotie en die willen we gewoon zoveel mogelijk uit gaan sluiten. Nou, ik heb dus een trade nu gezet. Nu ga ik deze invullen in mijn logboek. Want elke trade houden we bij in het logboek. Heel belangrijk om later na 100 trades je analyse te kunnen doen. Ik kijk even, we zijn in deze trade gestapt om 19:12 en het is AXS. Ik pak het logboek er even bij. Nou, ik heb het logboek wat Tijmen, onze moderator, heeft ontworpen voor ons. Gebruik ik dus. Dus top timer, dankjewel. Nou, ik heb je al de datum alvast ingevuld gehad. Nou, we zitten in AXS. We zitten in een trade op de 3 minuten. Ik ben daar weer vergeten. Maar nagaan mijn korte termijn geheugen. Hoe laat we in de trade waren gestapt? Even kijken. 9:12. In 9:12 zijn we in de trade gestapt. Meer kan ik nog niet. Oh, ik vul hier naar de eindtijd in. Ik moet hier 9:12 invullen. Foutje. Even corrigeren. En dan haal ik hem hier weg. Even kijken. 9:12 zijn we in de trade gestapt. Het budget is $250,60. Nou, dat hadden we net ook gezien aan het begin van de trade. Daarna moet ik straks nog invullen een bijkoop of dat ik die wel of niet heb gedaan. Dat weet ik nu nog niet. Nou, de eindtijd weet ik dus ook nog niet. En het eindsaldo moet ik straks ook invullen aan het einde van de trade. En de rest wordt eigenlijk automatisch berekend door dit logboek. Automatisch komt dan de winst die ik heb behaald. En dan komt ook het percentage wat ik heb gehaald. Nou, ik heb hier ingevuld dat ik met dit portfolio mijn trades niet afroom, dus de winst niet afroom naar elke trade, dus het gaat niet naar de funding. En je ziet hier in het logboek de tijd die ik in een trade zit. En je ziet ook dat ik gisteren nog een tradeje heb gedaan. Ik wilde even wat oefenen op Bybit Spot, want ik heb daar nog niet zo heel veel ervaring mee. Leg ik zo meteen even uit waarom. En het was een lange trade en dan zie je ook dat zo'n lange trade, dat die gewoon niet altijd rood wordt. Hier zie je dat die bijvoorbeeld rood is gemarkeerd, een lange trade, en omdat het een verliestrade is. Dus in dit logboek heb ik ook ingesteld dat ik mijn trades wil laten analyseren onder bepaalde voorwaarden. En die staan hier bij instellingen. Ik ga er even op staan. Kun je hier dus allerlei dingen invullen wat je wil doen, het analyse. Wanneer wil je dit doen? Wil je verliestrades analyseren? Wat is het maximaal aantal candles per trade? Voordat je hem wil analyseren, zeg maar. Wil je analyseren als je een bijkoop hebt gedaan, ja of nee? En ga zo maar door. Dus er zijn verschillende manieren wat je dus in kan stellen. Naar gelang wat je zelf belangrijk vindt. Kan je hier ook nog het dashboard, zeg maar. Allemaal mooie grafieken die je kan zien. Van tevoren vul je dus hier ook je startbedrag in. Nou, in mijn logboek, dat is het overzicht wat we net hebben gezien. Hier kan ik ook mijn trade link plaatsen. En opmerkingen, zeg maar. Dus hier vul ik ook in, als ik de trade, wat ik erbij wil vermelden. Bijvoorbeeld, ik zal even laten zien. Bijvoorbeeld, gisteren had ik die trade gedaan toen Bitcoin aan het zakken was. Deze verliestrade was een eerste trade op Bybit Spot met het live traden.
Nou, klik je even op en dan kun je boven ook alles zien. En het is een verliestrade geworden. Van de vorige sessie had ik ook gedeeld in de Discord en in de Pleia Academie. Na 30 candles ben ik met market order uitgestapt. Want ik moest weg, mijn sessie was om. En de vierde candle was het niet mogelijk om mee te traden. Dus de prijs lag hoger. Ik had hem ook onder een low neer kunnen zetten. Dus als ik nog tijd had gehad, zet ik hem dan altijd onder een low neer en ga meetreden zodra het mogelijk is. Maar in dit geval moest ik dus eigenlijk weg naar 60 candles, ook onverwachts. En ik moest dus de sessie beëindigen. En ik ben dus met market order uitgestapt, waardoor ik een minimaal verlies had van 0,28%. Ik heb later teruggekeken, als ik gewoon tijd had gehad en ik had een tweede bijkoop gezet, dan was het wel een winsttrade geworden. Dus dit was puur een verlies, omdat ik dus tijdgebrek had en onverwachts weg moest. Kijk nog heel even naar de trade. Nou, die is de goede kant aan het opgaan. Kijk ik nog even weer in de chat. Tijmen heeft al wat linkjes gedeeld, dankjewel. Marco zegt, ja precies, kopje erbij bijhouden nu. Ja, correct. Normaal zou ik eigenlijk gewoon even wachten hoor. Van, ik heb genoeg tijd om te traden. Ik deel mijn trade sessies in. En ja, het is niet zo dat ik moet traden als ik mijn tijd heb ingedeeld. Ik doe dan wel, als ik tijd heb ingedeeld en ik kan niet traden, doe ik wel crypto gerelateerde dingen. Dus ik besteed mijn tijd wel aan zaken die met crypto te maken hebben. Dus ik kijk of een clinic terug, of ik kijk een videootje. Of ik doe een analyse maken, ik doe dingen uittesten. Dus ik besteed mijn tijd dan wel gewoon crypto gerelateerd. Als ik die tijd ook had ingedeeld voor crypto. Dus stel maandagochtend van 9 tot 11 wil ik bezig zijn met crypto. Ik kan niet traden, dan doe ik andere dingen. Alles wel crypto gerelateerd. Dus die tijd hou ik dan wel daarvoor vrij. Carol Derksen nog goedemorgen, dankjewel. Bianca goedemorgen, Remy goedemorgen. Hij feliciteert Helga nog. Helga is 50 jaar geworden en verdient nu van een, geniet nu van een welverdiende vakantie. Dus Helga, ik hoop niet dat je meekijkt nu live. Geniet van je vakantie als je me later terugkijkt. Ja, een fijne dag ook nog en een fijne week gewenst. Nou, dankjewel Tijmen voor het delen van het logboek inderdaad. Nou, je hebt het ook top gemaakt hoor, want echt helemaal goed. Ook met dat afromen vind ik heel fijn. Ik heb dus zelf, als ik trade, room ik naar, als ik met mijn privéportfolio trade, room ik naar elke trade af. Ik schuif dan dus vanuit mijn trade wallet het naar het funding wallet. Dus de winst die ik heb gemaakt, room ik af. En ik blijf dus steeds met een vast portfolio traden. Stel, dit zou het portfolio zijn van hier, zou het dus $250 zijn. En we hebben dus dan, als je winst hebt gemaakt, zou ik dat dan afromen. En dat kan ik dus in het logboek ook mooi automatisch aangeven. Ik wil afromen tot een bepaald bedrag. En dan laat hij ook mooi automatisch zien welk bedrag staat nu in mijn funding. Hij brengt het startbedrag terug naar mijn bedrag waarmee ik weer wil starten. Dus dat is echt helemaal top. Inmiddels zijn we, ondanks dat de Bitcoin eigenlijk aan het klimmen is, toch weer uit de trade. Het is een winsttrade geworden. We gaan kijken in AllTrade hier bij Position Info. Nou, geeft die aan. Netto PLN 0,53% hebben we gehaald. Dus ik vul dat in mijn logboek. Even kijken. Het eindsaldo 250,63. Even kijken. Dat is niet zo al te veel. En de eindtijd is 9:21. Ik ga zo even kijken. Waarom het verschil eigenlijk zo klein is. Ik zet nog even break-even start een keer goed. Of dat hij het wel goed heeft geteld. Ja, hij blijft toch op 0,53. Even kijken hoor. Gaan we naar het logboek. Ik vul in. We hebben geen bijkoop gedaan. Eindtijd 9:24. Uit de trade. En het eindsaldo is 250,63. Dat is maar 3 cent meer. Dus ik vraag me, vind het een beetje vreemd dat het maar 3 cent is, terwijl eigenlijk het 0,5% aangeeft.
Oh ja, dan zegt hij ook, het is maar 0,01%. Het had eigenlijk 0,05 minimaal moeten zijn. Misschien ligt het aan de fee, want hij geeft aan een half procentje. Kijk ik even wat hij aangeeft aan fee hier. Misschien is dit een munt waarbij de fee heel hoog is. Je kunt dat hier zien in positie-info. Gaan we even hier kijken. Hieronder, bij positie-info. Hier, laat die mij zien. Even kijken hoor. Waarom laat hij het nou niet zien? Even kijken. Oh ja. Ik moet even mijn instellingen iets aanpassen hier. Even kijken. Ik snap nu niet helemaal dat hij mij hier bij positie-info niet meer laat zien. Oh, hier moet ik deze moet ik openen. Ik had hem dichtgeklikt. Even kijken, dus ja, mocht je een keer iets kwijt zijn, hè, dan kun je met die pijltjes bijvoorbeeld, ik had hem hier dichtgeklikt gehad. En dan zie je alleen maar investments die hij weergeeft. Dus als je denkt van, hé, ik mis iets, dan kijk even hier of dat je ergens een pijltje ziet waar je dan bijvoorbeeld op kunt gaan klikken. Nou, dan zie je hier, netto PLN is 0,53. De fees die ik betaald heb zijn 0,20. Maar je zegt ook hier dat ik 11 cent winst behaald heb en waarvan 4% fee. Dus het is een beetje vreemd. Ik dacht dat wij eigenlijk begin zouden 260 stonden. Dus ja, wat er dan fout is gegaan, geen idee. Ik denk dat we de dust hier 9 cent over hebben gehouden in AXS. Lijkt het wel op. Dat die niet 100% heeft verkocht. Daar lijkt het nu eigenlijk een beetje op. Want je ziet ook in AXS heb ik nog een waarde van 9 cent. En dat zijn eigenlijk precies die centen die ik mis hier. Of dat dan te maken heeft met de preset, zou ik zo niet weten. Maar het is eigenlijk gewoon dust eigenlijk wat is overgebleven hier. Dat is jammer dat het dan zoveel is, zeg maar. Dan heeft hij waarschijnlijk niet 100% gepakt. Ik zet dadelijk, mocht ik nog een trade kunnen zetten, ga ik eens niet met een preset instappen. Maar stap ik eens, maak ik dus een smart order klaar en stap daarmee in. Dan gaan we eens kijken of dat dan ook zoveel dust achterblijft. Want eigenlijk is dat best zonde, vind ik. Ik weet niet of dat jullie dat al een keer eerder hebben meegemaakt. Ik ga even mijn logboek verkleinen. Kijk eens even in de chat of dat jullie dat bekend is dat je zeg maar zoveel dust overhoudt terwijl je eigenlijk 12 cent winst had moeten hebben. Nou, hij begint je nu ook weer te wijzigen steeds, dus iets geeft hij niet zo goed neer. Ik zet hem nog even op, set break even start. Misschien dat ik hem hier nog een keer opnieuw kan ingeven. Ik ga hier nog even proberen. Deze weggehaald. En ik doe een nieuwe positie. Set start date vandaag. Kijken of dat hij hem dan pakt. Maar ja, 12 cent geeft hij aan. Ja, jammer. Dus dat is dan die dus, die is achtergebleven. Maar goed, ik ga eens kijken in de chat of dat we daar al iemand daar mee bekend is. Marco Smit zegt gefeliciteerd Sarah, inderdaad. Voor Helga, hè? Ik ben al langere tijd, Sarah. Ik weet niet, lopen jullie daar ook tegenaan dat je, zeg maar, denkt dat je 0,5% hebt verkocht en dat er dan bijvoorbeeld zoveel dust achterblijft? Want ik heb het eigenlijk nog niet eerder gehad, dat er zo'n groot deel van mijn trade in dust achterblijft. Ja, ik ben dus benieuwd of dat jullie daar ook al een keer tegenaan zijn gelopen. Ik ga kijken of dat we nog een nieuwe melding hebben op de scanner. Nou, we hebben op de 1 minuut RSS3. Nou, ik ga hem openen. We gaan hem beoordelen. Inmiddels zie je ook hier dat alle pijltjes van de market climate nu omhoog wijzen voor de USDT. Ik ga dan ook heel even nog naar de Bitcoin kijken wat die aan het doen is. Of dat die inmiddels een beetje stabilisatie vindt. Nou ja, hij heeft gewoon een groene candle. Ik kijk dan vaak op de 15 minuten, hoe het daarvoor staat. Nou, je ziet, hij is nog steeds aan het klimmen.
Ook op de 15 minuten hebben we nog geen enkele rode candle gehad. Dus we zijn echt wel aan het klimmen. Het volume neemt wel een beetje af. Maar is aan het klimmen. Dus zoals gezegd, ik vind dit geen stabiliteit. Dus ik zou persoonlijk nu niet traden. Maar we gaan gewoon kijken. Voor het live traden wil ik toch wel graag in een trade. Deze heb ik nog, oh ja, vergeten dat ik hier nog de link wil delen in mijn logboek. Dus ik ga hier op dit cameraatje, take een snapshot. Copy link to chart image. Ik kopieer de link en ik zet hem nog even in mijn logboek. En dat doe ik hier. En ik zet ook altijd bij de opmerking bij, groot gedeelte van de winst zit in de dust. Om wat voor reden dan ook. Misschien dat ik later, als ik een keer tijd heb, dat dan ook uit ga zoeken. Dus dat soort dingen kun je allemaal hier vermelden. Dan weet je ook gewoon waarom heb ik hier eigenlijk maar 0,01. Ik ga toch van minimaal 0,05. Hè, want we zetten onze TP op 0,07 neer. Meestal 0,02 is dan, of 0,2 is de fee. Dus dan zou je minimaal toch eigenlijk een half procentje over moeten houden. Wat ik dus ook heb. Nou, we zaten met 10% van ons portfolio in de trade. Dus 0,05 zou hier minimaal moeten staan. Dus dat snap ik dan niet helemaal. Het kan natuurlijk ook zijn dat ik even verkeerd had gekeken hier bij mijn beginsaldo. Maar ik dacht dat we in het begin hadden gecontroleerd dat die op $250.60 stond. Maar goed, we gaan het. Ik ga er later nog een keer uitzoeken of kijken waarom dat die dus daar komt. Deze klik ik weg. En we gaan naar een nieuwe trade. Nou, je ziet nu de eerste rode candle komen hier op de 15 minuten. Maar dat is natuurlijk net begonnen, die candle. En die candle duurt nog 12 minuten. Dus dat zegt nog helemaal niks. Maar ik zou wel heel voorzichtig zijn nu, hoor, met deze beweging van de Bitcoin. We gaan nog heel even naar deze melding op de 1 minuut. Die is nu inmiddels al wel weer verlopen, zag ik. Hij opent ook op de 1 minuut. Nou, zou ik hier nu instappen? En mijn eerste gevoel zegt al nee. Of mijn eerste beoordeling. En waarom? Omdat ik hier, zeg maar, je ziet dat die enkele keren gewoon op het, ja, stabiel is gebleven. Zeg maar in een bepaald kleine range hier. Heeft hij dus geprobeerd om hierboven door een leveltje heen te komen. Dat lukt maar steeds niet. En nu is nu eigenlijk hier, zeg maar, na een tijdje stabiel te zijn op de 1 minuut. Is hij nu aan het zakken. En dat komt natuurlijk ook waarschijnlijk omdat Bitcoin nu ook een rode candle aan het neerzetten is. Dus ik ga hier sowieso heel goed kijken wat hij nu gaat doen. Dus je ziet ook, er komt weer alweer een rode candle. En je ziet ook hieronder bij die stochastic. Dan zie je ook dat hij gewoon eigenlijk zijwaarts gaat. Hier gaat hij heel eventjes een beetje omhoog. Nou ja, dus tijdens die zijwaartse beweging hier zie je stochastic een beetje richting niemandsland gaan. En daarna gaat hij eigenlijk weer meteen terug in oversold gebied. En je ziet nu ook dat die snelle lijn, die groene, naar beneden wijst. Dus hier zou ik sowieso nu niet instappen. Er moet eerst weer wat stabiliteit komen. En ik denk ook, zoals veel munten en zoals de Bitcoin zelf ook, alles wat dus, zeg maar, heel hoog is geklommen de laatste tijd, zal een keertje gaan corrigeren. Dus die correctie komt er vroeg of laat een keer aan. Alleen je weet niet wanneer. Dat kan elk moment zijn. Kan ook nog lang op zich laten wachten, maar het is nog nooit zo geweest dat een prijs alleen maar stijgt en nooit meer corrigeert. Want een prijs beweegt altijd in golfbewegingen. Je hebt altijd highs en lows en highs en lows. En dat is ook wel logisch, want op een gegeven moment, als een prijs aan het stijgen is, komt er ergens weer bij bepaalde niveaus, komt er verkoopdruk, waar mensen bijvoorbeeld of hun positie sluiten, of winst nemen op hun trades die ze aan het zetten zijn. Hè? Want je hebt natuurlijk ook spotposities. Dat zijn vaak de investeringen die mensen doen. En je trade, zeg maar. En dan heb je dus een stop loss en een TP, een take profit. En ja, als je op een gegeven moment bij zo'n take profit aankomt, dan wordt er gewoon winst genomen. Dan stijgt dus de verkoopdruk. Mensen verkopen, waardoor die prijs gaat bewegen en weer naar beneden gaat. En dan zoekt die dus weer een punt op, weer op waar opnieuw heel veel inkooporders staan. Dus het is logisch dat die prijs beweegt. Hij kan niet alleen maar één kant op gaan. Kan wel, maar is vaak niet echt logisch. De prijs beweegt eigenlijk altijd wel in highs en lows, zeg maar. Dus ja, ook deze munt is gewoon natuurlijk veel gestegen. Op dit moment een beetje aan het zakken. Als ik even kijk op de dagchart, gewoon heel even kijken.
hè, wat het verloop van die munt was. Nou, dan zie je ook dat die eigenlijk ontzettend gestegen is. En vooral ook de laatste 2 dagen behoorlijke stijging heeft meegemaakt. Vanaf hier tot hier meer dan 100% gestegen. Dus ja, de kans dat deze munt nu gaat zakken is in mijn ogen groter dan de kans dat die gaat stijgen. Dus ik zou dat soort munten sowieso overslaan, wat de laatste paar dagen gewoon zo hard gestegen is. Ja, die correctie komt er gewoon aan. En ik weet dat we bij de stopmethode niet kijken op een hoge timeframe. Maar voor mij is het toch ook wel een beetje een rode vlag. Zeker een munt die zo hard gestegen is. En je ziet hier nu ook dat deze, ja, hij is hier behoorlijk verkocht. Probeert weer te stijgen. Maar goed, ik vind dit gewoon best wel een groot risico. Nou ja, hier heeft hij hele mooie beweging zijwaarts, zeg maar. Dus een beetje, ja, stabiliteit. Met de stopmethode zoomen we eigenlijk niet in. Dus in principe, als hij straks aan de voorwaarden zou voldoen, zou hij rustig in kunnen stappen. Voor mezelf heb ik altijd zoiets van, ja, ik vind het voor mijzelf een rode vlag. Omdat ik gewoon 100% stijging, verwacht ik echt wel ook een correctie aankomen. Nou ja, en zeker als Bitcoin misschien nu een all-time high neerzet en dan gaat corrigeren. Ja, dan weet ik gewoon, je neemt gewoon risico als je in die munt instaat. Maar, zoals gezegd, met de stopmethode kijken we daar niet naar. Maar omdat ik ook privé nu niet zou traden, zou ik hier dus ook niet instappen. Ik hou deze chart nu wel even open voor het live traden. Want ik vind het fijn om een trade te laten zien. En zodat we ook kunnen laten zien van, hè, wat gebeurt er nu als bijvoorbeeld je bent ingestapt. En je denkt, oké, we zijn mooi zijwaarts aan het gaan. Bitcoin is nog aan het klimmen. Ik stap toch in en ineens zakt die prijs. Wat ga je dan doen? Nou, dat vind ik ook fijn om te laten zien. En zeker voor de mensen die nieuw zijn en nog niet zo bekend zijn met de stopmethode. Die vinden het natuurlijk super fijn als we ook laten zien wat moet je doen als de prijs zakt. Nou, één ding is sowieso niet in paniek raken. Ik zie nu dat die lijn naar boven is gekruist. We zitten op de 1 minuut. Kijk, die melding kwam hier. En ik stap eigenlijk in naar 3 candles voorbij. 1, 2, 3. Is de melding nog geldig? Daarna stap je eigenlijk niet meer in. Ik heb deze nu voorbij laten gaan omdat we aan het kletsen zijn. Mocht het nu een groene candle blijven, stap ik toch in. En dat doe ik puur. Privé zou ik het niet meer doen. Want de candle is niet meer geldig, zeg maar, de instap. En we hebben ook nog geen groene candle gehad na die derde candle. Ja, hier wel, zeg maar. Dus op dit moment zou ik dan ingestapt zijn. Hier zo. Als ik niet aan uitleggen was geweest. Dus om het te laten zien voor dit live traden, zou ik nog wel ingestapt zijn. Alleen de candle is nu dus weer rood. Hier was het dus wel een groene candle. Dus ik stap nu in. Maar zoals gezegd, privé zou ik dit niet doen. En ik doe nu zelf instappen om te laten zien, als je geen preset hebt, moet ik wel heel snel zijn. Nou, stappen we in met $25. Ik neem 1 take profit op 0,7 bij de eerste trade. 1 take profit stel ik in. 0,7. En de stop loss zetten we op 10%. Oh. 10%. Oh, ik sta hier verkeerd. Hij is natuurlijk al omhoog geschoven omdat de prijs aan het stijgen is. En hij staat op de ask prijs. Nou, ik zet hem nog even ask. Nou, dan springt hij weer omhoog naar boven. Dus iets klopt er niet helemaal. Ziet dat ik druk op ask en de prijs springt hier naartoe. Dus dat gaan we niet meer doen. Dan zitten we al veel te hoog in de trade hier. Dus deze laten we gaan. Je ziet ook dat deze lijn is aan het klimmen hier. En het komt ook op een of andere manier de data, zie je dat, niet helemaal overeen met wat Altrade die nu weergeeft. Dus ik denk dat dat ook wel komt omdat het allemaal heel snel nu gaat met de Bitcoin en de data gewoon ook niet goed wordt doorgegeven. Dus deze laat ik gaan, ik klik hem weg. Bitcoin vormt nu hier die eerste rode candle op de 15 minuten. Dus hij begint hier nu een beetje stabiliteit misschien te vormen. Kijk ik nog even in de chat.
Stella zegt, 2 keer meegemaakt op de 250 trades. Nu, oké, dankjewel Stella. Wat er dan aan ligt, geen idee. Maar als het 2 keer op de 250 trades is, dan is het nog wel te overzien. Marco zegt, maar dan zet ik het op Bybit om bij het overzicht convert. Ja, precies, de dus naar MNT. Klopt, wat ik wel heb gemerkt is, dan moet je eerst weer minimaal 1 MNT in je bezit hebben. Dus je kan niet een hele kleine hoeveelheid MNT omzetten. Je moet dan ook weer dat een poosje opsparen. En dan uiteindelijk kun je al die dust omzetten naar MNT. En die MNT kun je weer dan verkopen voor USDT. Zo deed ik het vroeger op Binance, deed ik dat ook. Hè. Dan zette ik mijn dust om naar BNB. En dan kon je dan mee traden. En zo kun je dat dus ook op Bybit doen met MNT. En MNT is dan de munt van het Bybit platform. En nou ja, zo kun je dus je dust ook wel weer kwijtraken. Dus het is geen man overboord. Maar goed, het is jammer, want ik heb het eigenlijk liever in mijn portfolio op dit moment. Even kijken, de Bitcoin ga ik weer even naar de scanner toe. Wat je hier dus ziet, ik krijg je een zwart scherm. Dat komt omdat ik, als ik op de scanner rechtstreeks de link via AltRedi open, dan opent hij hier altijd nog een extra venster wat je dan gewoon dicht moet klikken en je moet gewoon naar je AltRedi gaan. Dan komt de melding binnen 1 minuut gala. Nou, ik ga hem openen hier op AltRedi. Klik hier dat zwarte venster weer weg. En ik ga mijn AltRedi openen. Nou, op de 1 minuut, dit is gala. 9%, bijna 10% gestegen. Ja, alles is aan het stijgen. Dus ja, dat is ja, niet zo vreemd op dit moment. Alles is eigenlijk als een gek aan het gaan. Dus dat zegt niet zo heel veel. We hebben dat wel in korte tijd nu gehad. Want dit is een 1 minuten chart. En is eigenlijk vanaf 8:57 is die hier omhoog gestegen. Is die zo hard gestegen. Dus dat is wel even wat je rekening mee moet houden. Iets wat zo snel stijgt. Dat zal ook weer net zo snel zakken. Kijk, als je dan kijkt vanaf hier tot hier. Is die eigenlijk bijna 11% gestegen. In een, ja, nog geen 3 kwartier tijd. Dus dat is wel wat je rekening ook mee moet houden. Iets wat zo snel stijgt. Kan ook net zo snel weer zakken. Dus stel we stappen hier nu in. En je zou je stop loss op 10% zetten. Dan zit je eigenlijk al bijna weer bij dat moment. Nou ja, valt mee. Hier zit je op de 5%, 6%. Dus onze stop los zou je dan wel onderkomen. Maar ja, ik vind dit nu niet echt de munt waar ik in zou willen stappen. Volgens mij zijn de banden ook best wel breed voor de 1 minuut. Ik ga even kijken. Ja, 4,5 voor de 1 minuut. Privé is dat voor mij niet iets waardoor ik niet in zou stappen. Maar in mijn, ik heb wel, als ik met altcoins trade, een beetje de stelregel. Ook in mijn tradeplan. 3 minuten maximaal 3%. 1 minuut maximaal 3%. 3 minuut 4%. En de 5 minuut mag 5% zijn. Dus ja, wat je dus ook hebt als je dus in een munt instapt met brede banden. Is dus dat je bijkoop dus ook op min 4 moet komen. Als deze 4% is, komt je eerste bijkoop op min 4 en de tweede bijkoop komt dan al op min 8. Koop je op min 8 bij en je wil daarna je stop lossen zoals we het in het tradeplan hebben staan, op 4% willen zetten, zit die eigenlijk, of het lukt al niet meer, dat is je stop loss, dat je dus eigenlijk de stop loss niet meer op 4% kunt zetten, dat kan gebeuren. En dan is het voor mij al zoiets van, dan wil ik eigenlijk ook al helemaal niet meer bijkopen. En dan klopt eigenlijk deze afstand voor mij dan niet meer, past dat niet zo goed bij mijn tradeplan. Want ik wil gewoon de tweede bijkoop nog kunnen doen en daarna mijn stop los op 4% kunnen zetten. En dan nog wel wat ruimte hebben die ik aan die trade kan geven. Maar als je dus bij moet kopen op zo'n afstand, dan is dat eigenlijk bijna niet te doen. Dan komt die bijkoop ook gewoon veel te laag. Waar ik ook naar kijk, bijvoorbeeld hier, zie ik dat er een melding had moeten komen. Even kijken, zijn de lijnen oversold gebied inderdaad. Nou, hier was de melding waar die, dus op de die dus net op de scanner kwam. Maar ik stap hier, zeg maar, zo privé niet instappen. Ik ga het nu voor de live trade sessie wel doen. Want we zien ook, hij gaat nu langzaam kruisen. Mochten we wat zakken, dan laat ik mooi zien hoe we bijkopen. Dus ik ga het nog een keer met zonder die preset doen. Dus ik wil kopen met een limit order. En ik wil $25 besteden. En ik wil mijn take profit op 0,7.
Ik ben dus dat nu aan het doen op Altrady, hè? Dus niet op het Bybit platform zelf, maar ik zet mijn trades dus op Altrady. En ik zeg dus stop los. Die wil ik op min 10%. En ik wil met de askprijs instappen. En dan zie je dat die alweer verspringt. Dus wat er aan de hand is op dit moment met die preset of met het systeem, geen idee. Dus ik doe het even handmatig zo bijsturen. Ik stap in met de askprijs. Dan verspringt die TP weer. $25. Dus ik denk dat er met Altrady op dit moment gewoon, ik weet niet wat er aan de hand is. Maar ja, ik zet hem hier neer. En ik doe dit dus om te laten zien voor het live traden. Ik zou zeggen, privé zou ik dit nu niet doen. Kijken of dat we gevuld kunnen worden. En dan gaan we de TP en de stop loss op de goede plek zetten. Want op een of andere manier denk ik dat op dit moment de data niet goed wordt doorgegeven aan Altrady. Want ja, hij gaat verspringen. Het loopt gewoon niet zo lekker, vind ik. Wat nu ook is bijvoorbeeld, de prijs zakt en ik word niet gevuld. Dat vind ik ook al vreemd eigenlijk. Want normaal als de prijs lager komt dan mijn order, zou die hem eigenlijk moeten vullen. Dus ik weet niet wat er aan de hand is. Ik haal hem weg. Ik denk dat het iets met... Oké, dus hij is waarschijnlijk al gevuld. Ik ga even refreshen, want die zit hier boven in foutmelding. Ik refresh even. Oh, we zitten in de trade. Nou, Altrady is behoorlijk vertraagd. Dus ik zou zeggen, doe sowieso niet mee, want het is een risicovolle trade. Maar ik wil laten zien hoe we het gaan doen tijdens zo'n... wat gebeurt er als de prijs zakt? En wat moet je doen? Niet in paniek raken, gewoon je trade zetten zoals je volgens je trade plan hebt bedacht. Dus ik ga even opmeten. Ik zet eerst even die break-even goed. Ik ga dus voor mijn instap staan. Ik klik met de rechtermuis en ik zet set break-even stat. Nou, dan zie je ook dat die break-even lijn een stukje verspringt hier. Nou, ik ga opmeten. Ik zet dus mijn TP nu op 0,5 boven break-even. Want dat is die 0,7 is inclusief die fee die wij instellen bij een preset. Nou, je ziet ook dat die veel te hoog staat. Ik zet even een lijn op 0,5. Nou, je zakt ook behoorlijk nu, hè. Dus raak niet in paniek als jou dat overkomt tijdens een trade. We gaan gewoon deze trade nu afhandelen. Ik zet die TP hier neer. Zo. En ik meet even mijn stop loss op. Die moet op 10% komen te staan. Nou, die heeft hij dus wel goed netjes neergezet, 10,13. Ik activeer hem. Nou, zo kun je dus ook een smart order plaatsen zonder een preset. Wat ik veel, als ik het privé doe en ik plaats een smart order, en ik wil snel in de trade, omdat we dus op de 1 minuut zitten, dan zet ik dus ik schuif de TP en dus ik klik op TP en stop los. Ik plaats mijn order en ik zet daarna de TP en de stop loss op de juiste plaats. Want meestal, je schuift hem gewoon ongeveer waar je denkt van hier zal wel ongeveer 10% zijn. En als je eenmaal in de trade zit, kun je altijd die stop loss nog verfijnen. Het gaat erom dat je een stop loss hebt. Let er dan wel goed op dat je hem niet bijvoorbeeld maar een procent onder je entry zet. Dat je echt wel van tevoren ongeveer weet, nou waar is ongeveer 10%, hè? Waar moet ik die stop loss naartoe schuiven? Maar zo kun je dus op een 1 minuut chart snel in een trade. En daarna ga je dus je trade verfijnen door je TP en je stop loss op het correcte plek neer te zetten. Nou, de trade. We zijn dus in een trade. Ik ga hem zo meteen in het logboek invullen. Wat ik nu eerst ga doen is kijken waar wil ik een bijkoop zetten. Want de prijs is behoorlijk aan het zakken. We zitten al op min 2. Nou, dan meet ik dus mijn banden op. Ik dacht dat die iets van 4 waren. Ik meet nog even op vanaf 4 waar ik in ben gestapt. Toen waren ze, even kijken, ja, 4,5%. Dat vind ik behoorlijk, voor een 1 minuut chart is dat behoorlijk aan de wijde kant. Dus zelf zou ik dat overgeslagen hebben, sowieso. Dus ongeveer 4,5% zet ik een lijn neer. Nou, dan zie je ook 4,5% als de prijs hier mocht komen en we hebben nog geen volgende melding, dan ga ik dus bijkopen. Ik zie nu dat we... candle close hebben. Kijk even op de scanner of dat we een volgende melding hebben.
Even kijken, ik was even vergeten. We zitten dus in Gala. Ik zet hem dus hier op Gala, mijn scanner. Om hem te zien of dat een volgende melding komt. Dus dan doe ik focussen op één munt. En zet ik het belletje aan. En je ziet, die melding is alweer geweest. Dus het gaat best wel vlot. Op de 1 minuut. Dus ik ga kijken. We hebben hier dus een melding gehad. Er was ook een groene candle. Hij voldoet aan alle voorwaarden. Dus ik doe een bijkoop plaatsen. En die doe ik nu wel met een preset. Long live traden, eerste bijkoop heb ik die genoemd. Ik bid maar even op de ask en ik stap in. Ook weer met $25. Dat heb ik van tevoren zo ingesteld. 1, 2, 3, 4 candles later. Dus dat kan net. Dus we zijn precies op tijd. Ik doe hem even refreshen. Altrade is echt wel vertraagd, lijkt het wel. Maar goed, dan moet je af en toe refreshen. Want hij laat je nog steeds die inkooporde zien. Kan je even refreshen. Oké, nu is hij weg. Wat doet Altrady dan? Dan zet hij dus die break-even line op deze eerste bijkoop neer. Die klopt natuurlijk niet. Dus ik ga mijn break-even line goed zetten. Set break-even staat. Dan zit hij dus hier. En dan, oeps, dan verspringt hij alweer. Nou, nog een keertje. Dat gaat echt heel vaak bij Altrady. Nou, ik zet gauw een lijn neer hier. Dit level. Nou, hier heb ik die lijn staan en ik zet dus mijn TP's sowieso boven break-even. Dus eentje zet ik hier en eentje zet ik hier en die eerste laat ik staan. Zo, de orders zijn geactiveerd. Je zult nu zien dat de stop-loss ietsje lager staat. Dat zie je hier. Dus dit is de stop-loss van mijn eerste order en dit is de stop-loss van mijn tweede order. Nou, je kan ervoor kiezen om deze te openen en hier precies overheen te zetten. Ik laat hem zo staan. Ik vind het niet erg dat deze iets lager staat. Dat is maar net wat je in je tradeplan hebt gezet. Hè. Ik ga daar niet zoveel mee schuiven. Want ik vind het ook makkelijker om bijvoorbeeld als ze niet over elkaar heen staan. Kun je ook makkelijker weer schuiven straks. Als je een tweede bijkoop zou doen bijvoorbeeld. Nou, de tweede bijkoop zou ik nu dus willen doen op de afstand van de Bollinger Bands. Nou, die is ongeveer hetzelfde gebleven denk ik. Hè. Op dit moment hier hebben we bijgekocht. Is hij dus 5,3 inmiddels, die banden, best breed. Dus ik verschuif deze lijn naar 5,3. Nou, dat zit dus ongeveer hier bij dit wikje. Hier zo schuif ik nu die lijn van die bijkoop naartoe. Nou, hier ongeveer wil ik een tweede bijkoop doen, uiterlijk, mocht er geen nieuwe melding komen. Nou, hier was dus de nieuwe melding. In principe, even kijken, ik was hier ingestapt. Hè. De eerste melding was hier. Nou, door het kletsen waren we wat later in de trade, dus ik zit sowieso 4 candles na de eerste instap. Kijk, als je privé trade, ben je natuurlijk niet zo aan het praten zoals nu. En zou je dus al ingestapt zijn hier op deze groene candle. En dan ben je dus best wel wat candles later dat je hebt bijgekocht, zeg maar. Nou, deze trade kunnen we nu zo laten staan. Ja, stoploss staat. Verkopen staan. Mocht straks mijn eerste TP gehit zijn, dan zet ik mijn stop loss op break-even. Eerder niet. Dus ik ga niet schuiven, maar zodra de TP 1 gehit is, zet ik stop loss op break-even neer. Om gewoon niet meer risico te lopen, want dan zijn we al in de winst. Ik ga even naar de chat. Svi zegt, Connie, hoe gaat het met je kerstboom? Ja, met mijn kerstboom gaat het goed. Ik heb weer rode ballen bij en nog geen groene. Ja, dus ik heb voor mezelf, mijn kerstboom is dus een dollar cost average strategie. En die is gebaseerd op de lange termijn. Dus ik heb geen kerstboom waarbij je dus continu koopt en verkoopt. Maar ik heb dus een kerstboom voor investeringen, zeg maar. Dus voor de lange termijn visie. Nou ja, en ik koop dus onder een bepaald level en ik verkoop boven een bepaald level. En voor mezelf heb ik dat ingesteld nu, deze cyclus, of dat ik in deze cyclus koop ik dus Bitcoin bij zodra de prijs onder de $30.000 ligt. En ik verkoop Bitcoin zodra de prijs boven de $40.000 is geklommen. Dus ik heb daar een ruimte van 10 tussen. Maar ik verkoop er maar hele kleine beetjes. Dus hoe hoger de prijs komt. Hoe meer dat ik verkoop, in het begin is dat gewoon steeds 5%. Op een gegeven moment kom je hoger, dan ga ik over naar 10%.
En ik heb voor mezelf mijn laatste verkoop op dit moment staat bij de 2 ton. Dus dat is natuurlijk super, super hoog. En ik denk niet dat die daar nu komt. Maar ik heb gewoon wel al mijn orders eigenlijk uitgezet. En daarna behoud ik wel altijd 10% over, zeg maar. Dus ik wil 10% nooit verkopen. Die wil ik dus houden voor het geval dat, hè, to the moon. Maar de rest heb ik dus in ordertjes geplaatst. Steeds een beetje hoger. Om de 10.000 eigenlijk een beetje dat je verkoopt. Dus daar heb ik het voor mezelf ingesteld. En dan steeds 5%. Want ik vind ook dat ik die 5% die je verkoopt, mocht de prijs echt blijven klimmen, dat je echt in zo'n langere periode in een stijgende trend blijft, dan kun je ook die bitcoin die je nog over hebt, kun je gewoon traden. En ja, die 5% kun je ook makkelijk weer terugtraden. Op dit moment is het nog niet echt mogelijk om met de bitcoin te traden. Het kan wel op een futures platform. Dan kun je dus de bitcoin in first perpetual traden. Kun je dus je bitcoin stukje vergroten met bitcoin zelf op de bitcoin chart. Alleen ja, hoe lang dat nog kan is een beetje onduidelijk. Want zoals we allemaal weten is Bybit is al gestopt met het aanbieden van futures. Op dit moment is het nog mogelijk om op KuCoin met futures te traden en op bijvoorbeeld Maxi is een platform waar je nog op futures kunt traden. En zolang als het kan, ga ik door met het futures traden op Maxi. Ik had eerst mijn funds daar afgehaald. Maar ja, omdat Bybit nu, omdat we dus niet meer op Bybit kunnen traden, heb ik ervoor gekozen om dan toch weer een stukje van mijn werkportfolio op Maxi te plaatsen en daar dan nog voor zo lang als het kan op futures te traden. Want dat was eigenlijk wat ik deed, hè, van mijn werkportfolio. Ik trade eigenlijk alleen maar op de Bitcoin met een vrij hoge leverage. En dat beviel me eigenlijk prima. Dus ik vind het jammer dat ik weer moest switchen. Maar aan de andere kant is het zo dat ik ook denk van ja, je hebt het toch niet in de hand. Het is jammer, het is zeker jammer. Maar omdat je het toch niet in de hand hebt, is het gewoon zo dat je moet denken, go with the flow. Pak de kansen die je op dit moment geboden worden. Het zal altijd veranderen. We zullen altijd moeten meegaan op die golf van zoals de markt zich beweegt en zoals de crypto-wereld zich beweegt. En daar zullen altijd weer platforms zijn die verdwijnen. Hè? Nu was het dan de Nederlandse overheid, hè, die het niet toelaat dat je trade met derivaten, sowieso de Europese Unie, hè, die willen dat op allerlei manieren dwarsbomen. Ook in Amerika, hè, zijn ze daar allerlei bezig met regelgeving enzovoort. Ja, dus er zal altijd gebeuren dat er iets verandert in de cryptowereld. En is het niet door de overheid en door regelgeving, kan het ook zo zijn dat in zo'n tradingplatform gewoon zegt van, weet je wat, ik heb er geen zin meer in. Al die regelgeving, daar kan ik niet meer aan voldoen. Het wordt lastig voor me, wij stoppen ermee. Dus ook dan, ook al is het niet de regelgeving, ook stopt een platform uit zichzelf ermee en je bent gewend op dat platform, ja, zou je toch over moeten stappen naar een ander platform. Dus het is goed als je er vanaf begin af aan relaxed mee omgaat en denkt van, oké, dan gaat weer een deur dicht. Misschien even jezelf terugtrekken, even op pauze, even een weekje afstand nemen en denken van, laat me even bezinken, laat die boosheid misschien ook even komen dat je denkt van, waarom nu weer, geef me even wat adem, waarom moet dat nu weer gebeuren? Heel begrijpelijk, dan neem je even een stapje terug, treed je gewoon even een poosje niet en dan ga je rustig weer nadenken van, oké, wat nu? Welke deuren gaan nu weer open? Van wat heeft de markt ons nu te bieden? Dat zijn altijd kansen. En zoals Helga ook zei, zij treedt al jarenlang op spotplatformen. Dus eigenlijk pas vanaf vorig jaar juni dat we zijn overgestapt op een derivatenplatform. En dat kwam ook omdat Binance dus stopte in Nederland. Dus we moesten wel overstappen. En toen ontdekten we eigenlijk dat derivatenplatform. En toen kwam het, hey, de deur op Binance ging dicht, maar het heeft eigenlijk een veel mooiere deur of window voor ons geopend. Ik was eigenlijk daarna best wel blij dat ik daardoor eigenlijk gedwongen werd om over te stappen en een andere, dat derivaten uit te proberen met de stopmethode. Want dat had ik eigenlijk nooit eerder gedaan. Ik was eigenlijk altijd bezig met gewoon spot te traden op Binance, gewoon uit gewoonte. En ik had al een Bybit-account en daar deed ik dus mee swingtraden. En daar deed ik dus price action swingtraden op dat platform.
En daar gebruikte ik wel leverage al voor, omdat het gewoon onderdeel is van je risicomanagement. Maar het is eigenlijk nooit in me opgekomen dat je ook de stopmethode kan traden op een leverage platform. Dus dat was wel eigenlijk gewoon goed voor mij om gewoon op die manier een deur geopend te krijgen. En ik was er eigenlijk hartstikke blij mee, want daardoor ontdekte ik, hey, die stopmethode, dat werkt eigenlijk heel goed. En toen hebben we ook heel vrij snel eigenlijk al een kliniek uitgebracht. En dat was de Stop Leverage Traden Kliniek. En daar had ik dus vrij snel uitgewerkt van, ja, hoe doe je dat dan, hè? Hoe kun je dan traden op een leverage platform? En wat betekent het dan? En ja, zo heeft het ook weer nieuwe deuren voor ons geopend en voor Financieel Blij om ook weer dat aan te kunnen bieden in een vorm van een kliniek aan jullie, zodat jullie ook weer mee konden doen. En nu zijn er dus weer nieuwe deuren die opengaan. Dat margin traden. Straks als Bybit dat openstelt voor de Nederlandse markt. Dat is nu al wel open, maar gewoon, er komen dus veranderingen. En ik weet niet precies wat er gaat veranderen. Want de fee is gewoon veel te hoog. Het is 5 keer zo hoog. Dus ja, op dit moment heb je daar eigenlijk niks aan. Maar wie weet gaan ze de aanpassingen. Komen de aanpassingen waardoor we dat wel kunnen doen. En waardoor je dus wel met margin bijvoorbeeld maximaal 10 kunt gaan traden. Nou ja, en die mensen die gewend waren om bijvoorbeeld met leverage 2 te traden, die hebben daar dan ook voldoende aan. Dus we gaan gewoon rustig afwachten. Wie weet wat voor mooie kansen dat weer voor ons biedt straks. En pak gewoon op dit moment de kansen die de markt je biedt. En je merkt ook gewoon dat Spotplatform nu weer veel meer meldingen biedt en veel meer muntparen heeft. Als in het begin, zeg maar, toen we begonnen, toen kwamen er bijna geen meldingen. En nu kun je eigenlijk prima op spot traden. Dus ja, raak niet in paniek en wacht gewoon af wat er komt. En pas jezelf aan, want dat is het enigste wat we kunnen doen. We hebben geen keus. Nee, die trade laat ik even zo lopen. Hè. We kunnen voorlopig gaat die de goede kant op. Nou ja, maximaal bij dit level wil ik bijkopen. Dus we gaan nog heel even naar de chat weer. Kijken of daar dan nog vragen zijn. Ja, de vraag over de kerstboom heb ik net uitgelegd en beantwoord. Dus ja, het gaat goed, maar ik krijg op dit moment alleen maar rode ballen. Marco zegt, voor mijn gevoel zit er een vertraging in de laatste dagen. Ja, klopt helemaal, heb ik ook. Bij Altraden, als je refresht, ben je gegevens ben je gevuld inderdaad. Ja, klopt, precies. Ik ervaar het op dit moment ook zo. Ja, mocht je ook problemen ondervinden met AllTrader, je kan altijd hier via, als je op dit instellingen klikt en je gaat dan naar help, even kijken. Of nee, ik was verkeerd geklikt, je moet naar de help, hier op instellingen. Wacht, ik ga even terug waar ik was. Hulp nodig, hieronder zie je bij dat vraagteken, klik je op, kom je in een chat terecht. En ik moet zeggen, AllTrader ja, helpt je heel snel in de chat. Het zijn geen Nederlandstalige mensen die jou daar helpen. Dus je kan het wel in het Nederlands typen. En het wordt meteen vertaald ook door hun. Maar dan heb je dus met een zo'n machine die het dan voor hun vertaalt. Dus het kan zijn dat de woordkeuze enzovoort niet helemaal is als wat je zou verwachten. Maar ze helpen je goed, zo goed mogelijk. En op een gegeven moment, als ze niet uitkomen, dan wordt ook Benoit bijgehaald. Dat had ik van de week ook. Ik was bijvoorbeeld al mijn orders kwijt van mijn kerstboom. Op Bitcoin Euro heb ik die kerstboom lopen. Ik was al mijn orders kwijt. En ik dacht, hé, hoe kan dat nou? Ik had toch die orders neergezet? Nou, ik denk, ik kijk even bij Bybit zelf op het platform. En toen bleek dus dat daar de orders wel gewoon stonden. Dus ik heb contact opgenomen. Uiteindelijk kreeg ik dus Benoit, of ja, ik weet niet precies hoe het uitspreekt. Kreeg ik dus in de chat en met hem kon ik dus gewoon Nederlands chatten. En binnen no time, nou, enkele minuten, was het probleem opgelost. Je beantwoordt gewoon de vragen die ze stellen. Ze gaan kijken en het wordt opgelost. Dus, maar ik kan me voorstellen dat gewoon soms de overdracht van gegevens ook gewoon wat lastig kan lopen. Als bijvoorbeeld de markt heel erg ja, aan het stijgen is en dus de prijs heel snel verandert. Hè? Zoals we dat net ook zagen in zo'n candle, dat die Bitcoin omhoog schiet. En net ook bij die ene munt waar je gewoon, ja, de candle eigenlijk alweer veel, of de prijs veel hoger zat als wat wij zagen. Ja, het is allemaal gegevensoverdrachten die overgenomen moeten worden.
Dus ja, ik kan me voorstellen dat dat soms gewoon ja, vertraagd kan zijn. Of gewoon als het overbelast raakt. Hè? Want het wordt natuurlijk ook steeds meer volume. Dus ja, dat kan gewoon gebeuren. In de munt waar ik nu zit, Gala bijvoorbeeld, zie je hier 24 uur volume 100 miljoen. Dus dat is best wel veel. Dat is echt wel een flink volume hoor. 1,35 biljoen Gala. Dus dat is echt wel heel veel. Volgens mij is dat dan wel in het Engels, zeg maar. Dus het zijn de miljarden, dacht ik. Hè? In het Engels biljoen is miljarden in het Nederlands. Weet ik nu niet helemaal zeker. Heb ik eigenlijk me nooit afgevraagd of dat het in Altrady in het Engels is. Dus ik dacht het wel. Dat wat we hier zagen, bijvoorbeeld bij het spaar Bitcoin, in biljoenen wordt aangegeven. Maar zeker weet ik het nu even niet. Ik weet niet of dat iemand van jullie dat weet. Ja, je ziet hier, de prijs is aan het klimmen nu. Wat ik vergeten ben, is om... ik had hier een lijntje neergezet en ik heb hem niet opgeslagen. Dus je ziet, alles is ook alweer weg. Zet weer even rechtermuisklik, set break even start. En dan zie je hem hier, zet ik toch weer even die lijn neer. Oh, met Alt-H wil die nu ook niet doen. Nog een keer. Probeer het nog één keer. En anders pak ik hem even hier horizontale lijn. Of dat hij dat wil doen. Die zet ik hier neer. Nou, dat pakt hij wel. Dus mocht die break-even nu weer verspringen. Want stel je let even niet op. En die break-even verspringt. En je bent er niet helemaal bij. Dan denk je, oh, ik zet mijn verkopen bijvoorbeeld standvis te hoog. Hè? Want ik moest er toch 0,5 boven break-even. En dan ga je dus schuiven. Terwijl die break-even veel hoger staat. Dus let daar goed op. Zet een lijn neer. En dan kan die break-even, als die verspringt, is niet zo erg. Ik sla hem hier even op, met standaard. Dat die lijn op blijft staan. Kijk nog even naar de chat. Yvonne zegt, ja, daar heb ik ook last van. Ja, we hebben daar best wel veel last van, hè. Swie zegt, dankjewel voor je uitleg. Graag gedaan. Marco zegt, ja, precies, als de bitcoin snel gaat, gebeurt het. Ja, precies, dat heb ik ook zo het idee. Als de prijzen gewoon snel stijgen... Dan kunnen ook die computer, al die systemen, dat kan allemaal niet meekomen. Dus ik vind het ook niet zo erg hoor. Ik heb dat al lang geaccepteerd. Ik denk gewoon oplossingsgericht. Ik zet er een lijn neer en ik erger me er verder ook niet aan. Nou, we laten deze trade gewoon uitlopen. Komt die straks hier dat die mijn eerste TP vult, zet ik mijn stoploss op break-even. Om de rest van de positie, zeg maar, af te dekken, risicovrij te dekken. Mocht dat mogelijk zijn, hè. Soms... Zakt de prijs ook ineens, dan zitten we weer onder break-even. Ja, dan kan ik het niet doen. Dan laat ik hem gewoon staan. Marco zegt, het is in principe niets aan de hand. Ja, precies. Nou, we gaan nu even kijken. Hij klimt richting mijn eerste TP. Heeft hem net niet geraakt. Komt er weer een rode candle. Nou, stel nou, hij zou nu die TP gehit hebben en hij wordt meteen weer een rode candle, dan schuif ik die stoploss niet omhoog. Ik laat hem dan staan, maar als ik zie dat de prijs verder klimt, ja, dan schuif ik die stoploss omhoog op break-even. Maar dat is dus allemaal opgenomen in je tradeplan die je voor jezelf hebt gemaakt. Voordat je begint met traden, sowieso een tradeplan moeten hebben. Kijk, beginnende traders die net nog aan het oefenen zijn, die werken nog niet met een tradeplan. Had ik in het begin ook niet. Vond ik ook niet nodig in het begin. Nu, na een aantal jaren fulltime daarmee bezig te zijn, weet ik dat het dus heel hard nodig is, zo'n tradeplan. En dat je eigenlijk, wil je een professionele trader worden, of een, ja, professioneel is een raar woord, vind ik altijd. Als wil je een winstgevende trader worden, dat vind ik een beter woord. Wil je een structureel winstgevende trader worden, dan heb je echt een tradeplan nodig. En niet alleen een tradeplan, je hebt nodig een tradeplan, een logboek en een dagboek. Dat heb je echt nodig, wil je een structureel winstgevend worden. Waarom? Omdat je anders niet je trades kunt analyseren zonder een logboek. Als je je logboek niet bijhoudt, kun je geen analyse maken. En zonder analyse kun je jezelf niet verbeteren. Dus... Ja, en als je jezelf niet kunt verbeteren, is het lastig om structureel winstgevend te worden. Er zullen best mensen zijn die het ook zonder logboek kunnen, maar het merendeel lukt dat toch niet. Of in ieder geval niet structureel winstgevend. Want er zijn even mensen die noemen zich winstgevend,
omdat ze bijvoorbeeld de laatste 10 trades met winst hebben afgesloten. Maar als je echt eerlijk naar jezelf bent, dus in de spiegel jezelf aan kunt kijken en zeggen van, ben ik echt structureel winstgevend onder de streep? Nou, moment, ik stop even met kletsen en zet de stop loss op break-even. Nou, we gaan deze naar boven schuiven en activeren. En ik zet deze naar boven en activeren. Nou, we staan met de stop loss boven break-even. Nou, die lijn is weer versprongen. Mijn lijn is weer weg. Dus ik denk of ik heb het weer niet goed opgeslagen of het ligt nu gewoon op dit moment aan Altrady. Maakt verder niet uit. We hebben één verkoop verkocht en ik heb de stop loss naar break-even geschoven. Nou, kijken wat er gebeurt. Hopen natuurlijk dat we niet worden uitgestopt. Voor mezelf heb ik het gewoon in mijn tradeplan staan, hè, van TP1 gehit, stop loss naar break-even. Wil niet zeggen dat het altijd beter is, want je hebt soms ook dat je dus wat uitgestopt en dat daarna de prijs alsnog omhoog gaat. Hè? Dat kan, dat heb je ook. Alleen dat kom je dus alleen maar achter door een trade logboek bij te houden. Ik kijk heel even wat er hier gebeurt, voordat ik verder praat. Is net. We gaan even refreshen. Tweede TP is gehit. Nou, dan zet ik mijn stop los op TP1, schuif ik het omhoog. En dat doe ik omdat ik dat zo in mijn tradeplan heb. TP2 gehit, stop los na TP1. En verder doe ik er niks aan. We hebben ook nog maar één stop los, omdat van de bijkoop, zeg maar, of van de bijkoop beide TP's gehit zijn, heb ik dus ook nog maar één stop los staan, want die andere is al automatisch verdwenen. Want de order is compleet gevuld, dus ik hoef verder niks aan te doen. Dat tradeplan, ik hou dus 100 trades bij. Als ik met mijn privéportfolio trade, hou ik dus 100 trades bij in mijn tradeplan. En ik voer hem in mijn logboek en ik voer deze 100 trades uit, helemaal zoals de tradeplan het voorschrijft. Moment, we worden nu uitgestopt. Even refreshen. Zo. Deze even refreshen. Hij geeft hier nu aan dat ik in de min ben geëindigd. Nou, ik ga nog even weer de break-even lijn goed zetten. Rechtermuis. Set break-even staat. Nou, dat pakt hij nu niet. Nou, ons saldo is groter, dus het kan sowieso al niet zo zijn dat wij verlies hebben geleden. En dat komt dus door Altrady. Je ziet ook, hij verspringt continu. Ja, ik weet niet wat er aan de hand is. Ik probeer het nog één keer. Rechtermuis, set break even start. Nou doet het wel. 0,53 zegt hij. Dus dat ga ik ook invullen in het logboek. En we zijn uit de trade 10:12. Ik ga even deze trade invullen. Nou, door al het kletsen had ik ook het begin nog niet eens ingevuld. Nou, ik kopieer hier de datum. Dus de 11e. We zaten in Gala. Gala op de 3 minuten. Even kijken. Ik maak hem even iets kleiner. Oh. Maak even de logboek iets kleiner, vind ik het iets makkelijker. Nou. Even kijken. We zijn in de trade gestapt om 9:45 en we zijn uit de trade 10:12. Vul ik in. Eindtijd is 10:12. We hebben bijgekocht en we hebben gedaan 1 bijkoop. Tweede bijkoop is niet gevallen. En ons eindsaldo vullen we nog even in, is €250,90. Nou, dan zie je hier dat wij $27 verdiend hebben op deze trade. Nu heeft hij dus
denk ik geen dust overgehouden. Ik ga eens even hieronder kijken. Ja, remaining 0,01 gala. Toch een heel klein beetje dust overgehouden. Maar goed, later wordt dat weer verkocht, zeg maar, in M&L. Of zetten we dat om. Als ik genoeg, ja, als ik heel veel dust heb, zeg maar, in mijn wallet. En je ziet nu dat we 0,1%, 0,11% winst op deze trade hebben. En dat komt natuurlijk omdat we ook een bijkoop hadden gedaan. Uiteindelijk zaten we dus met 20% van ons portfolio maar in deze trade. We doen dit omdat we nu ook in twee trades tegelijk kunnen zitten. Tijdens dat live traden, ja, doe ik dat in eerste instantie niet. Maar mocht een trade nou heel lang duren en we hebben weinig te vertellen, ja, dan ga ik bijvoorbeeld in een tweede trade zitten om dat ook te laten zien. Voor nu had ik nog genoeg te vertellen, dus was dat niet nodig. Ik zet hier ook het linkje weer neer. Nou, hoe doen we dat? Ga ik hier even weer op AllTrady. Zeg ik dat fototoestelletje hier. Klik ik op. Copy link to chart image. En dan ga ik naar mijn logboek. En ik zet hem daar neer. Dus dan kan ik altijd terugkijken als ik moet analyseren. Nou, opmerking wat ik hierbij kan zetten is Bitcoin, BTC, flink aan het klimmen of aan het klimmen. Risicovol. En ook brede banden. Dus dan heb ik, mocht ik je later terug willen kijken, altijd, ja, kan ik teruglezen hoe deze trade is verlopen. Dat was het logboek. Nou, dan kan ik deze dus afsluiten hier, want ik heb hier verder niks meer te zoeken op deze chart. Ik doe even alle lijnen zo weghalen, dat ik een schone chart overhoud, opslaan. En we gaan kijken of dat we nog in een trade kunnen komen. Nou, ik zie dat Bitcoin inmiddels op de 71.500 weer is aanbeland. Kijk, op de 15 minuten een rode candle laten zien, een groene candle. Of rood is hij gesloten, zo'n dodgy. Dan weer een groene, nu weer een rode. Hij begint nu dus stabilisatie te vormen, een beetje op de 15 minuten. Dus we gaan kijken of dat we nog in een trade kunnen komen. Nog snel even in de chat kijken. Lagerveld zegt, Bitcoin staat inderdaad voor billion, oftewel in het Nederlands miljard. Ja, dat dacht ik eigenlijk ook. Ik weet dat het op de platformen staat. Maar ik wist niet zeker of dat in AllTrady het ook in het Engels werd weergegeven. Maar dat is dus wel zo. Marco zegt niks aan de hand, inderdaad. Bianca zegt, moet zeggen dat ik het met HyperTrader nog niet merk. Oké, ja, ik heb nooit HyperTrader gebruikt. Ik heb eigenlijk van begin af aan altijd AllTrady gebruikt. Gewoon een keuze gemaakt toen de tijd. Marco zegt, ik vind AllTrady een goed platform. Ja, het is geen platform, hè? Het is een trading tool. Misschien dat je dat ook wel bedoelt. Maar alleen die break-even line steeds aanpassen weer. Als je ook schakelt naar een andere munt en weer terug, dan weer de break-even line instellen. Ja, klopt. Helemaal mee eens, Marco. Ik moet zeggen, in het begin, een paar jaar terug, twee jaar terug, was dat niet zo met AllTrady. Het is eigenlijk echt iets van de laatste tijd. En wat het dan precies aan ligt, ik heb echt geen idee. En het is inderdaad zeer irritant. Maar ja, kun je oplossen natuurlijk om een lijn zelf te zetten en na een bepaalde break-even lijn. Klopt, inderdaad. Weet je wat het is? Het is irritant, dat klopt. Maar we kunnen er op dit moment gewoon niks anders mee van maken. En we moeten ermee dealen. En ik heb er niks aan bijvoorbeeld om te zeggen van, ik vind het niet fijn en ik erger me eraan. Want zodra je ook maar steeds denkt aan van, het is irritant, dan heb je eigenlijk ook al een negatieve energie, hè, die je uitstraalt. En dan zal het ook steeds, ja, dan zit je alweer in zo'n negatief energieveld waarvan je denkt van, ja, het is niet fijn, hè? Het is irritant, het is niet fijn. Terwijl je ook kan denken van, oké, we kunnen er niks aan doen. Ik zet een lijn neer, ik kan lekker traden. En dat geeft meteen weer een hele andere energie, zeg maar. Dus je bent meteen positief, zeg maar, weer bezig, wat ook heel belangrijk is, hè. Mindset, en zeker met het traden. We gaan even kijken naar scannen. Moet ik even gala weghalen. Kijk, komt ook meteen weer een melding binnen. En die melding is R op de 3 minuten. Even kijken. Ja, mijn voorkeur gaat uit naar 3 minuten. Dus ik kijk eerst even naar R. Ook hier zie je weer flinke stijging gehad.
Dus eerst was die gedaald, zeg maar. Daarna heeft hij wat stabilisatie gevonden. En nu begint hij weer te klimmen. Dat is eigenlijk een beetje hetzelfde als wat de Bitcoin heeft gedaan. Ook deze had hier alweer een flinke stijging achter de rug. Is daarna naar beneden aan het gaan. Is weer een beetje aan het herstellen. Maar ja, ook deze is weer risico, vind ik. Want we komen allemaal van boven. Hè? We komen van boven. En ja, wanneer komt die correctie? Niemand die het weet. Dus ja, dat risico blijf je gewoon houden nu. Maar als ik hem zo beoordeel, heeft hij hier een mooie beweging laten zien. Komt hier nog steeds van die bovenste band af. Het is een 3-minuten chart. Nou, de lijnen zijn in oversold gebied. De groene lijn wil nu naar boven kruisen door die rode lijn, maar is er nog niet helemaal. En we hebben ook nog geen groene candle. Dus ik wacht sowieso nog even met het instappen. En we hebben nog 10 minuten om in een trade te stappen, want na 10:30 stap ik eigenlijk niet meer in een nieuwe trade. Want zit ik in een trade, heb ik in ieder geval nog een half uurtje tijd om dan of de uitstapstrategie toe te passen en te laten zien. Of ik besluit, als we net in een trade zitten en hij ziet er eigenlijk goed uit, dat ik dan zeg van oké, ik maak de trade af na de live trade sessie en ik deel dan het resultaat in de Blije Academie en op Discord. Want ik, in het begin deden we altijd gewoon altijd uit de trade gaan aan het eind van de sessie. Maar dat kost je in principe ook geld. En het laat dan ook eigenlijk een niet echt realistisch beeld zien van je logboek. Omdat je maar heel weinig trades zet natuurlijk tijdens die sessie. En dus je zet maar weinig trades tijdens zo'n live trade sessie. En met dat portfolio trade ik daarna ook niet. En stel je stapt dan elke keer uit, waardoor je dus een verlies hebt, dan kan het ook zo negatief overkomen op andere mensen. Van, oh, je hebt alleen maar verliestrades met deze methode. Terwijl het eigenlijk helemaal niet zo is. Want als je nog tijd hebt en de trade af kan maken, ja, waarom zou je het niet door laten lopen? En dan gewoon volgens plan afsluiten. Gewoon naar 30 candles kijken. Geef ik hem nog 30 candles de ruimte of toch liever niet? Ik kijk heel even naar de scanner. Want we hadden ook een 1 minuut melding, zie ik hier op vet. Ga ik ook even kijken. Vet op de 1 minuut. Omdat we dus ook nog maar 10 minuten hebben om in te stappen, zou ik misschien nu beter op een 1 minuut chart in kunnen stappen dan op 3 minuten. Hebben we misschien meer kans dat we deze trade nog af kunnen sluiten. Even kijken. Hij laat een mooie beweging hier zien. Nou, we hebben voldoende volume, wat ook belangrijk is. De banden, even kijken of dat die goed staan. 2,18, die zijn ook goed. Nou, we komen nog hier van de bovenste band af, hè, dus die beweging is mooi. Mocht het nu, even kijken, de melding was hier op een groene candle. Hier kwam die melding, dus eigenlijk zijn we alweer te laat, want we hebben 1, 2, 3, 4 candles. Dus ik stap snel in. Want ik had eigenlijk al in moeten zitten op deze groene candle. Ik pak nu weer even de preset. En dan zie ik dat die weer vrij hoog komt te staan. Dan komt dat die op 0,95 springt. Dus ik zet hem even hier. Ik ga met de askprijs naar binnen en ik activeer hem, zodat we nog een trade kunnen laten zien. Nou, je ziet ook, we zijn meteen in de trade. Set break even staat. Nou, hij zet hem neer. Ik ga nu meten waar staat mijn TP. Dus ik ga hem nu verfijnen. Ik heb de trade eerst neergezet, want ik wilde snel erin. Omdat we, ja, eigenlijk al hier hadden we in moeten stappen. Dus ik zit nu op hetzelfde niveau. Dus had ik niet gekletst en was ik hier ingestapt, waren we op hetzelfde prijsniveau ingestapt. Nou, ik meet hem even op. Deze staat nu iets te laag. Die moet op 0,5 boven break-even komen te staan. En dat is hier onder die tweede PESA. Dus daar zet ik hem neer. En de stop-loss controleren we even. Staat die op 10%? Die staat iets te hoog. Dus. En ik activeer hem. Wat me dan meteen opvalt als ik de TP goed zet, is dat die eigenlijk boven die MA20 komt. En dat komt omdat we hier, zeg maar, op het moment van de melding waren de banden niet al te breed. En daar staat vet ook onbegrensd, bekend, die heeft vrij smalle banden. Hier kwam de melding, ik meet hem even op.
En hij was dus 1,78, dus breed genoeg. Dus als ik hier, als je kijkt naar de instap waar dus de melding kwam, en dan staat die TP eigenlijk nog onder die MA20. En omdat ik natuurlijk 2 kenders later ben ingestapt, omdat ik veel erbij aan het vertellen ben, ja, lijkt het nu of dat die onder die MA20 staat. Dus in principe was dit de instap. Hier waren we de eerste candle ingestapt en de TP onder die MA20. We gaan het zien. Ik zet een bijkooplijntje neer. Waar wil ik die hebben? Op die afstand 1,8 waren de banden. Dus ik zet er ongeveer een lijntje neer waar ik dan bij wil kopen. En dat is hier. Komt niet op een 10, hè, maar gewoon ongeveer de bandbreedte. Daar wil ik bij kopen. En aan de tweede bijkoop zet ik ook alvast een lijntje neer. Nou, die zou dan hier zo zijn. Nou. Dus ik hou hem zo in de gaten. Ik denk dat we zo ver eigenlijk niet meer komen in deze sessie. Want het is al bijna 10:30. Maar dan zet ik die lijnen alvast neer. Ik sla hem hier op. En we gaan het zien. Ik ga nog even naar de chat. Even kijken. Marco zegt, nee, gewoon meedealen. Het is wat het is. Ja, precies. Het is wat het is en we kunnen het toch niet veranderen. Nou, we zitten nog in een tweede trade. Dus ik vul hem in mijn logboek in. Die pak ik er even weer bij. En de tijd is 10:23. En we zitten in vet. We zitten in vet. En het is weer op de 1 minuut. Deze keer. Je ziet ook dat ik de meeste op de 3 minuten heb gedaan. 10:21. Nou, we weten niet of dat we een bijkoop krijgen. Dus meer kan ik op dit moment ook nog niet invullen. Je ziet ook dat het logboek automatisch hier het saldo overneemt. Hè. Je hebt het startbedrag. En wat we hier hebben ingevuld, neemt hij ook automatisch over bij het beginsaldo. Dus dat is ook hartstikke fijn dat dat gaat gebeuren. Hey, Demi, ik kijk mee vanuit de trein. Hey, dat is leuk. Mijn dochter, ik zal even zwaaien naar jou. Hartstikke leuk dat je even meekijkt. Ja, Demi is onderweg vanuit Bochum. Dat is Duitsland, want daar speelt zij in een musical. En Demi is musicalactrice en ze speelt dus op dit moment in de musical Starlight Express. En die speelt al 35 jaar. Dus een hele toffe musical. En ze mag zelfs, ze is koffer van de hoofdrol. Dus ik heb al een aantal keren haar ook gezien in de hoofdrol. Super trots. Nou ja, bij deze Demi, hè, dat weet je dat ik zo trots op je ben. Maar Demi is onderweg naar mij toe. We gaan gezellig een dagje morgen samen naar de sauna. Dus ik verheug me erop om jou weer te zien. En nou, leuk dat je even meekijkt vanuit de trein. En ik kreeg ook net al een appje, hè, dat de trein geen vertragingen heeft. En net als Tijm is onze treinexpert. Hè. Vanuit Duitsland is het altijd vertragingen. Waar je normaal 4 uurtjes over doet, doe je dan 7 uur over. Dus is al heel vaak voorgekomen, hè, Demi. Dus ik zie je straks wel. En leuk dat je nog even meekijkt. Hartstikke gezellig. Ik zet even het belletje van de scanner. Zet ik even die R kunnen wegklikken. Ik zet hem even op vet. En dan wachten we kijken of dat we weer een melding kunnen melding krijgen. Dus ik laat, als je hier vet invult, je boven in dat venstertje. Dan focus je eigenlijk op deze munt. En dan krijg je dus alleen maar meldingen van die munt. En heb je niet continu dat vogeltje wat zeg maar piept. Maar alleen dan wanneer er een melding komt op deze munt. Je moet wel ook deze zelf nog goed in de gaten houden. Want mijn scanner staat ingesteld dat de bandbreedte minimaal 1,5% moet zijn. Voor als ik op altcoins trade. Eerst had ik hem lager staan. Als je met derivaten leverage kunt gebruiken, dan kun je dus ook op smalle banden traden. Maar ja, op een spotplatform lukt dat niet. Of kan dat dus niet. Hebben we geen leverage. Dus vandaar dat ik het minimum instelling van die banden op 1,5% heb. Komt er dan bijvoorbeeld een nieuwe instapmelding of een instapmoment noem ik het dan. Geen melding, maar moment. En dat betekent dus dat een candle close op of onder de Bollinger Band is. En we hebben de lijnen in oversold gebied en ze kruisen naar boven. Dat is dus de instapvoorwaarde, de vaste eis.
Maar de banden zijn smal, dan pak ik toch die instap, zeg maar. En dan geeft de scanner geen melding, omdat die banden te smal zijn. Dus dan kun je heel lang wachten, maar dan komt er dus geen melding. Maar als ik een bijkoop doe, let ik dus niet op de breedte van de banden. Komt er een instapmoment die voor mij geldig is, dan neem ik ook die bijkoop. Lagerveld zegt, is Demi ook trots op de moeder? Geen idee, ik ga er vanuit van wel. Tijmen zegt, ho, bijna altijd. Alleen de verbinding die je vermoedelijk de grens overneemt, Ed Demianse, is niet heel erg betrouwbaar. Ja, klopt. Maar ja, bij mij is het tot nu toe is de ervaring dat als Demi naar mij komt en we tellen op 3 uur, dat het soms 7 uur kan duren. En ik moet meestal wel ergens oppikken, omdat daar waar ze naartoe wil, de treinen of niet rijden of pas heel laat aankomen of. Dat ze bijvoorbeeld ergens op een tussenstation strandt en dat ik haar daar dan op zou kunnen halen. Maar goed, we gaan het zien. Niet negatief over denken, hè, want tot nu toe loopt het voorspoedig volgens mij, zei Demi. Wat ik had gezien in de chat, is het zo dat ze vandaag geen vertraging heeft. Dus ze zal hier op tijd zijn. Bianca zegt wat leuk, veel plezier met je dochter. Ja, ik verheug me er ook echt op, want ik zie ze niet zo vaak, omdat ze natuurlijk in Bochum woont. Het is niet zo ver rijden, maar ja. Het kost tijd, zeg maar. Je moet echt plannen om dan gewoon daar naartoe te gaan. Meestal rij je dan ook niet in 1 dag op en neer. Dus je moet dan ook echt vrij hebben, hè? Dan blijf ik daar slapen of zo. Ik rij wel eens bijvoorbeeld, als ik naar de musical wil kijken, rij ik wel eens op een zondag of op een zaterdag op en neer. Omdat dan de musicalvoorstelling ook 's middags is. Dus dan heb je de matineevoorstelling, hè? Dan kun je dus 's middags naar de voorstelling kijken. Ja, en dan kan het wel dat je bijvoorbeeld op en neer rijdt. Ik heb het 1 keer gedaan ook op een zaterdag naar de. Of op een doordeweekse dag, maar de avondvoorstelling. Maar ja, die voorstelling die is dus pas om 11 uur afgelopen. En dan moet je dus nog helemaal vanuit Bochum terug naar Nederland rijden. En dat vind ik gewoon niet zo prettig. Dat vind ik te ver. Demi zegt: Ik ben super trots op mama. Ik reis regelmatig van Bochum naar Amsterdam of Tilburg. En dit is de allereerste keer zonder vertraging. Ah, zonder vertraging. Zonder bedoel je, hè? Ja, dat bedoel ik. Zonder vertraging. Dat is best wel vaak, hè? Nou, Marco zegt wat leuk. Ja, zeker superleuk. Nou, en ook leuk dat je kijkt, Demi. Hartstikke leuk. Gezellig. Maar je kijkt wel eens vaker mee. En soms stuur ik jou ook de link, hè. En dan, ja, zonde inderdaad. En dan kijk je bijvoorbeeld een klein stukje terug. En dan vraag ik bijvoorbeeld de mening aan Demi van... Goh, hè, wat vind je ervan? Vind je dat ik rustig genoeg praat? Of ratel ik weer zoals altijd? Want ik kan, als ik eenmaal in mijn element ben, dan ratel ik. Dat is gewoon, ja... Dat gebeurt. Dus ik probeer eigenlijk om met het lijftreden rustiger te praten dan normaal. Ik denk dat het nog wel redelijk snel gaat. Dus even aan jullie ook van, is het goed te volgen, het tempo, of is het soms echt dat ik ratel? Nou, Marco vraagt aan Demi of dat ze ook treedt. Nou, Stella zegt leuk, moeder en dochter. Ja, zeker. Nou, ik moet bekennen dat ik zelf eigenlijk in aanraking gekomen ben met sowieso crypto en voornamelijk eigenlijk Bitcoin door mijn dochter Demi, die op een gegeven moment zei, ik dacht dat het tijdens coronatijden was, dan hadden we veel tijd of zo en je had tijd over. En mijn dochter was eigenlijk degene die mij in aanraking heeft gebracht met crypto. Die zei gewoon van, goh, je zou eens een keer een stukje Bitcoin moeten kopen. Toen dacht ik, Bitcoin, wat is dat dan? Nog nooit van gehoord. Of misschien wel gehoord, maar niet bij stilgestaan. Dus eigenlijk door Demi ben ik in aanraking gekomen met crypto in het algemeen. Dus door haar ben ik eigenlijk nu hier beland, zeg maar, waar ik nu ben. Want anders, als zij mij daar niet attent op had gemaakt, ja, had ik misschien nou nog geen interesse in gehad. Ik weet het niet. Maar zo is het dus gelopen. En we hebben ook een tijdje tijdens corona. Dat we samen aan het traden waren met de stopmethode. Want Demi had toen ook geen werk. Hè? Want bijvoorbeeld de musicals, dat lag allemaal plat. Er was geen werk. Je kon ook geen auditie doen. Dus voor Demi was het ook eigenlijk het vooruitzicht om überhaupt ook het jaar na corona weer in dat wereldje te kunnen werken. Die kans was gewoon klein. Want als je geen auditie kunt doen, kun je ook het komende jaar heb je het komende jaar ook geen werk. Ook al zou corona afgelopen zijn. Dus zodoende zijn we ook samen begonnen met traden. We hadden veel tijd en we hebben best wel een poosje ook samen getraind. Of dat we gewoon bijvoorbeeld elkaar belden en zo. En gewoon ja, met elkaar aan het traden waren.
En daarna is Demi weer gewoon aan het werk gegaan in de musicalwereld. Daar ook succesvol geworden, hè? Want ze speelt nu ook de hoofdrol, zeg maar. Dus echt chapeau Demi. Dus het treden is voor Demi nou een stuk minder. Ik denk dat voor haar meer investeren is dan treden. Ze is natuurlijk wel met crypto bezig, met investeren. Maar ik denk treden niet meer zo actief. Tijmen zegt, ik vind het altijd goed te volgen. Dankjewel, Tijmen. Marco zegt, nee, Oconi, je doet het weer prima. Nou, helemaal top. Maar ja, het kan voor sommigen wel wat snel zijn soms. Ik ben nu eenmaal, als ik met crypto bezig ben, ben ik enthousiast. En als ik enthousiast ben, ja, dan komt het eruit, zeg maar, uit zichzelf. Stella zegt, je kan de afspeelsnelheid aanpassen. Ja, dat is ook nog een optie. Goede tip, Stella. Yvonne zegt, ik vind dat je het heel goed doet. Complimenten. Fijn, dankjewel. Demi zegt, ik trade momenteel alleen op de grote timeframes. Ik heb een DCA-portfolio en een trade-portfolio. Ja, precies. Stella zegt, goed te volgen, duidelijk en helder. Swie zegt, leuk om te zien. Een goede band tussen moeder en dochter. Ja, vind ik ook. Ben ik ook heel blij mee. Superleuk. Marco zegt, welke musical? Nou, de musical heet Starlight Express. En hij speelt dus een Bochum. Misschien kan Demi een linkje plaatsen. Een beetje reclame maken voor je musical. Het is echt een hele leuke musical. Nou, waarover gaat die? Hij gaat over treinen. Dus Tijmen, treinen. Misschien ook wel een musical voor jou. Het is echt een hele toffe musical. En die musical is op rolschaatsen. Is dus echt uniek. En ook die beleving is uniek. Waar je ook zit in het theater. Overal kun je het goed volgen. Want de musicalartiesten, ze zijn voor je, ze zijn achter je, ze komen voor je langs. Je hebt draaistoelen waar je mee kunt draaien. Je kan het van elke kant, als je hoog zit, kun je ze dus ja, van boven zien. En ja, het is echt zo'n apart theater. Ik heb dat is echt uniek voor mij. Ik heb het in Nederland nog nooit gezien. En het bestaat al 35 jaar, dat Starlight Express Theater. Dus het is echt een hele goed lopende musical. Ja, echt super tof. Dus mocht je van musical houden, is echt een aanrader om daar een keer naartoe te gaan. En ik ga het over treinen timen. En Demi speelt dus een treinwagon. En als ze de hoofdrol speelt, is het dus de first class wagon. En zo heeft elke rol dus elke musicalartiest is dus een wagon van een trein. En ze rijden dus ook als een trein. Vandaar dat het dus op rolschaatsen is. Echt een superleuke musical. Timen, ik denk echt iets voor jou. Maar ik weet niet of dat je van musical houdt. Maar goed, even snel naar de trade aan het kijken. Het is nu 10:37. De live trade sessie is over een goede 25 minuten ook voorbij. Wat gebeurt er nu? We hadden hier een mooie beweging gezien. En nu gaat de prijs dus zijwaarts, zeg maar. Er gebeurt niet veel. Bijna was hij bij onze TP. Dat is dan altijd jammer, hè? TP net niet gehit. En dan gaat hij daarna weer zakken. En hij beweegt nu dus zijwaarts. Dus ja, ik ga even een 30 candle line neerzetten. Want op de minuut is dat inderdaad 30 minuten. Maar dat zijn dus 30 candles. Dus afhankelijk van de timeframe ook de minuten. En ik zet even die lijn neer hier. Met Alt-V. Dus V voor verticaal. Hier is de 30 minuten lijn. En hier ga ik beoordelen wat ik ga doen. Dat is 10:51, dus ja, die tijd heb ik nog. Kunnen we nog even afwachten. En dan kijken we gewoon even van, ja, wat gaat er gebeuren? Misschien ben ik tegen die tijd al uit de trade. Blijf ik in de trade en laat ik hem weer 30 candles gaan? Of ga ik aan met mijn uitstapstrategie beginnen? Dus we gaan het zien. Nou, Marco zegt, leuk hoor, Demi, succes. Tijmen zegt, ik ga eens kijken. Ja, want je hebt ook een station, hè, in Bochum. Dus ja, misschien kun je een keer treinen. Zeg ik dat goed, Demi, een station in Bochum? Ik zeg wel iets, maar ik weet het eigenlijk niet. Maar ik ga ervan uit. Het is een stad in het Ruhrgebied. Dus ik ga ervan uit dat ze wel een station hebben. Even kijken. In de chat heb ik alles beantwoord. Heb je nog een vraag? Je hebt nu nog even de tijd. Dus mocht je nog een vraag hebben, misschien iets over een preset of over AllTrady, stel hem gerust in de chat. Ik ga heel even op mijn lijstje kijken of dat ik nog iets wilde vertellen wat ik niet mag vergeten. Ja, wat ik nog wilde zeggen is, aanstaande donderdag gaan we live op het platform van Financieel Blij Live in de Blije Academie.
En daar heb je alleen maar toegang tot als je lid bent van Financieel Blij. Oh, Demi zegt, ja, we hebben een station. Dat dacht ik ook al. Dus ben je nog geen lid van Financieel Blij en je wil graag de live trade sessie ook op donderdag volgen, ja, dan kan dat. En dan kun je dus aanmelden op het platform. Misschien dat Tijmen nog een keer de link wil plaatsen naar het abonnementenpagina. Dan kun je, daar kun je even rustig kijken. Je hebt daar verschillende soorten abonnementen. Je hebt ook een gratis abonnement waarmee je dus al dingen kan zien. Kijk even rustig op die site of dat het iets voor je is. Je hebt een abonnement wat gratis is. Je hebt verschillende soorten abonnementen. Goud, zilver. Je hebt het smaragd abonnement. Dat is het uitgebreidste abonnement. En ook wel het duurste, maar daarmee ook het uitgebreidste abonnement. En het goud abonnement is het meest gekozen ook. Of brons, weet ik even niet precies. Kan je allemaal op die site zien. Met brons is denk ik het meest gekozen. En het goudabonnement heb je dus toegang tot alle content. Dus dan heb je het meeste, ja, heel veel waar voor je geld. En het verschil heb je met het smaragdabonnement is dat je bij smaragd ook bijvoorbeeld 1-op-1 begeleiding hebt. Wat natuurlijk heel waardevol is. En ja, dat, lees rustig na die verschillen. Maar mocht je mij dus aanstaande donderdag ook willen zien op Financieel Blij live via het YouTube kanaal. Of via de Blije Academie. Ja, word dan even lid. En dan kun je dus de sessies donderdag ook volgen. Dat is op donderdagavond van 7 tot 9. Mocht je er niet live bij kunnen zijn. De opnames komen altijd in de Blije Academie. Dus je kan altijd terugkijken. Super leerzaam. Want dan gaan we ook wat dieper in op soms andere methodes. We gaan in op het tradeplan. We vertellen wat meer dingen over andere methodes. Ook over ja, hoe je een betere trader kunt worden. We gaan ja, gewoon kleine soort. Soms zijn het echt wel kleine mini-clinics op donderdag die je daar aan het volgen bent. Ik kijk heel even of dat we een bijkoop kunnen doen. Ik heb nog geen melding gehad. Dat zou kunnen komen dat de banden smal zijn. Ja, zie je, ze zijn onder 1,5. Ik zie wel een candle close. Even wat groter trekken. Onder de bollentje band en we hebben een groene candle en de lijnen zijn gekruist, dus ik ga een bijkoop plaatsen. Eerste bijkoop, ik zet hem hier vrij hoog neer. Ik zet dadelijk de verkopen goed. Oké, iets gaat er weer mis dat hij dat hier niet wil doen. Ik zet hem handmatig neer. Even kijken hoor, ik zet een bijkoop neer. Ik wil $25 instappen. Ik wil 2 TP's, die zet ik zo meteen even goed neer. Maar ik wil eerst even in de trade. Nou, 2 TP's pakt u nu weer niet. Heb ik ook al vaker bij AllTrade. Nou, weet je, dan houden we het gewoon op 1. Oh, dan haal ik hem. In plaats van weg te halen, ik moet hem weghalen. Zo. Nog een keer. Ik wil met $25 instappen. Ik wil een TP zetten op 0,7. En ik wil de stoploss ook op 10%. Ik weet niet waarom die hem hier zo dichtbij zet nu. Even kijken, hier was de melding. Dus ik stap in de trade. $25 heb ik geactiveerd. Ja, kijken of dat we er nog in kunnen komen. Daarna zet ik stoploss en take profit goed. Misschien is de Bitcoin aan het zakken of aan het bewegen. Rode candle, hij doet niet zo hevig. Dus dat valt wel mee. Kijken of dat we in de trade kunnen kopen. Ik doe even refreshen. We zitten erin. En nu ga ik het, dus de TP en de stop los goed zetten. Nou, ik ga met de rechtermuis weer ervoor staan. Voor mijn instap. Ik zet break-even start. En dan zie je dat hier nu de hij pakt ook weer die lijn niet. Pakken we even zo een horizontale lijn. Oh, hij heeft hem wel neergezet. Nog een keer set break even start. Hij heeft hier een lijn neergezet. Zo, die zet ik erop. Even kijken. We zetten de TP staat dus boven break even.
En dan zet ik die tweede TP. Die staat op 0,7. Die laten we zo staan. En we gaan de stop los op 10. Even kijken. Ja, stop los op 10% zetten. Zo. Ik meet het nog even na. Ja, 9,6, ongeveer 10%. Komt niet op een tiende of zo, hè? Want die stop los stond hier al, zeg maar, vanaf de eerste instap. Dus het is niet zo dat je nou precies, ja, als je daar, je kan daar een lijn zetten en hem daar precies opzetten. Maar voor mij, ja, ik vind het hoeft voor mij nooit op een tiende, zeg maar, precies te kloppen. Nou, je ziet ook deze prijs gaat nu weer zakken. Je krijgt hier zo'n soort van olifantenslurfje, zoals ik dat wel eens noem. Hè. Dan worden de banden smaller. Ik zal maar iets groter trekken. De banden worden smaller. En je ziet ook dat deze zo open gaat staan, als een trechter eigenlijk. Hè. Een soort van olifantenslurf lijkt het dan. Als je dat ziet, dan is de kans vaak wel wat groter dat de prijs nog wat verder kan gaan zakken. Nou ja, we hadden hier een instapgeldige melding, of geldig instapmoment. Dus vandaar dat ik ook bij heb gekocht. Nou, dan zet ik even, haal ik de eerste lijn weg van die bijkoop. Oh. Eerste bijkooplijn haal ik nu weg. En ik zet nu de lijn voor de tweede bijkoop. Wil ik dus de bandbreedte van het moment dat ik instapte. Nou, die meten we even op. 0,9 is dat nog maar, dus dat is niet echt ver meer nu. Dus dat zou hier zijn. Dus ik schuif die lijn iets hoger. Hier zou dan de tweede bijkoop plaatsvinden. En dat komt dat vet is eigenlijk een munt die heel vaak smalle banden heeft. Alleen nu door deze flinke beweging waren de banden wat breder, waardoor we dus een melding hebben gekregen. Maar je ziet ook dat daarna de banden ook meteen weer smaller worden. En daar is vet ook wel onbekend, doordat je best wel vrij smalle banden hebt. Ik heb daar best wel wat op getraind op het derivatenplatform en dan met een leverage 2. Straks als hier die 30 candle line is bereikt, dan gaan we even beoordelen wat we doen. Of dat we in de trade blijven, of dat ik de uitstapstrategie toepas. Terugkomend in de chat. Tijmen heeft de link naar de abonnementen gedeeld. Dankjewel Tijmen. Fijne dag iedereen, zegt Stella. Gaat er vandoor. Vlier zegt, Connie, bedankt. Je hebt een heldere uitleg. Jammer alleen dat het geluid van jou niet op hetzelfde niveau staat als dat van de scanner. Ben 3 keer van mijn stoel gevallen. Oké, dus de scanner staat, dat is vreemd. De scanner staat dan weer hoog het geluid. Misschien is dat dan het geluid van mijn systeem staat ook heel laag. Dus dat is vreemd. Moet ik even in de scanner zelf kijken dan? Sorry dan voor het ongemak, want ik heb het geluid van de Altrady al uitgezet, omdat dat vrij hoog binnenkomt. Maar met de scanner had ik dus geen rekening gehouden. Daar ga ik eens straks naar kijken of dat ik daar dat geluid misschien ook even kan aanpassen. Nou, Karen zegt, Demi, leuk dat je daarbij was. Ja, inderdaad. Ja, ik hou deze trade bij nu, zeg maar, in de Blije Academie. Als we straks, zeg maar, de live sessie voorbij is, en we zijn nog in de trade, dan laat ik de link, ik deel straks gewoon hoe de trade is afgelopen in de Blije Academie. En ook op in de Blije Academie en in Discord ga ik hem ook laten zien, zodat jullie weten hoe die afgelopen is. Mochten we er nog in zitten. Wat ik nog even wilde vertellen, op aanstaande donderdag ga ik het, is het natuurlijk niet alleen maar op het spotplatform dat we kunnen traden. Maar op donderdag laten we ook andere methodes en andere platformen zien. En op donderdag laat ik ook een stukje zien hoe je kan traden met de Bitcoin. Dus als je puur alleen op de Bitcoin wil traden, laat ik dus aanstaande donderdag zien. En dat doe ik op Maxi. En dan gaan we dus kijken van hoe kan je dan met de Bitcoin traden en een hogere leverage op Maxi. Voor zolang dat nog duurt. Hè? Want binnenkort zal ook dat gaan verdwijnen. Maar ja, ik zeg altijd van ik neem de kansen die zich nu voordoen. Dus voor zolang als het duurt en ik kan nog op Maxi traden, ja, ga ik het doen. En kan ik het dus ook laten zien op donderdag. En ik wil ook een stukje laten zien de chart van de Bitcoin dominantie. En een stukje uitleg geven over wat is eigenlijk die Bitcoin dominantie? Wat betekent dat? En wat kun je dan aflezen aan die Bitcoin dominantie? En hoe kun je deze chart gebruiken
in je investeringsstrategie. Dus hoe kun je daar rekening mee houden? Dus je de Bitcoin-dominantie integreren in je tradingstrategie of in je investeringsplan. En wat kun je aflezen uit zo'n chart? Dus daar wil ik donderdag even verder op ingaan. En met de Bitcoin traden. En ook op spot natuurlijk. Dus ik laat dan kunnen we misschien in meerdere trades tegelijk gaan zitten. Dan ga ik één gedeelte spot traden op Bybit Spot. En met het andere gedeelte ga ik op Maxi de Bitcoin traden. En dan hopen dat het net zo'n leuke live trade sessie wordt als vandaag. Ik vond hem voorbij gevlogen. Ik had genoeg te vertellen. Nou ja, ik hoop dat jullie het ook leuk vonden. En ja, degene die al afhaken, misschien zie ik jullie op donderdag terug. En anders ja, de volgende keer weer als ik weer live ga. En dat is eigenlijk dan standaard is het altijd de derde maandag van de maand dat ik live ga. Deze maand hebben we even gewisseld, omdat Helga vakantie heeft. Maar volgende maand ben ik gewoon weer op de derde maandag van de maand live. Ja, dus mocht je dat leuk vinden, zie ik je dan misschien weer. Kijk, over 1 minuut zijn we aangeland aan deze lijn. En dan ga ik beoordelen wat ik met deze trade ga doen. Zijn er nu nog mensen online die behoefte hebben dat ik laat zien wat ik ga doen als ik de uitstapstrategie toepas, hoe dat gaat? Heeft iemand daar behoefte aan? Dan laat ik het zien. Als je zegt nee, geen behoefte aan, weet eigenlijk wel hoe dat werkt. Helga heeft het vaak laten zien. Dan, ja, dan laat ik de trade gewoon lekker uitlopen. Want ja, ik wil gewoon hem nog wel 30 candles geven. We zitten nu op die 30 candlelijn. Nou, we zijn nu net weer aan het klimmen en ik heb bijgekocht en ik kan dus nog een keer bijkopen. Dus deze trade is ook op de 1-minuten chart pas 30 minuten bezig. Dus zelfs zou ik hem gewoon nog 30 candles geven. Dus ik ga deze lijn verder opzetten. Ik ga weer 30 candles meten vanaf hier tot hier. En dan zet ik een nieuwe lijn neer. En dat doe ik dus met Alt-V met een Windows computer. Dus als de prijs hier aan is gekomen en we zijn nog niet op de trade, dan ga ik opnieuw beoordelen wat ik met deze trade ga doen. Marco zegt dankjewel. Nou, graag gedaan. Ankie zegt was inderdaad leuk. Bedankt. Graag gedaan, Ankie. Leuk dat je er weer bij was. Heel erg bedankt voor deze sessie en tot de volgende keer. Ja, Tijmen, dankjewel voor het moderaten en voor je ondersteuning. Alleen, als je dit alleen moet doen en moet kletsen en ook nog de linkjes moet plaatsen, dat is gewoon niet te doen. Dus we hebben jullie hartstikke hard nodig. Dank je wel. Nou, ik ga deze live trade sessie afsluiten, want het duurt nog weer 30 candles voordat ik weer iets ga doen. Of voordat ik überhaupt besluit of dat ik eruit ga. Ik hoop natuurlijk dat ik rond dit niveau nog een keer bij kan gaan kopen. En dat ik dan daardoor eerder uit de trade ben, omdat mijn break-even dan een stukje lager komt. Want als ik bijkoop, is dat met $75. Dus dat budget is dan 3 keer zo groot als mijn eerste en mijn tweede aankoop. Dus ja, dat is wat ik het fijnste vind. Nog een bijkoop kunnen doen. Maar ja, gaan we zo stijgen uit de trade, zou ik het natuurlijk ook heel leuk vinden. Dan gaan we afsluiten. Het is bijna 11 uur. Ik zou zeggen, dankjewel dat jullie er waren. En ik hoop jullie allemaal te zien op donderdagavond om 7 uur bij de volgende live trade sessie. Doeg!